Hallo, ik ben Rens Kools en dit is Kunst, kunst en nog eens kunst. In deze podcast neem ik ruim de tijd om diepgaand met kunstenaars in gesprek te gaan over hun leven en werk. Zo help ik jou om kunst beter te leren begrijpen. Welkom! Dag Ken. Dag Rens. Voor de mensen die je niet kennen, vorig jaar schreef je het boek... Vertellers, geen verkopers. Over zelfzeker management in de cultuursector. En op de achterflap staat het volgende te lezen. Ken Veerman heeft meer dan 15 jaar ervaring in het leiden van culturele instellingen. Vandaag begeleidt hij cultuurorganisaties via zijn strategisch adviesbureau. Daarnaast is Ken een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en ontwikkelde hij inhoudelijke tools, workshops en lezingen voor onder andere Cultuurloket en Live DMA. Maar, voor we daar allemaal aan toekomen... Beginnen doe ik altijd graag bij het begin. Ik las op je website dat je in 2001 je eerste concert organiseerde. Laat ons dat weetje misschien als vertrekpunt van ons gesprek nemen. Is het daar voor u ooit allemaal begonnen? Uh, ja, dat is al echt heel lang geleden. En ik, uh... Weet je daar nog iets van? Ja, ja zeker en vast. Um, de, de geschieden... Toen leek het allemaal super amateuristisch. Hè. Uh, er, uh, ik speelde zelf in een aantal groepjes. En we kwamen niet aan de bak en dat lag aan het systeem, vonden wij toen. Hè. Achteraf zal wel gebleken en we ook gewoon niet goed waren. Maar het, het, ah, we kregen nooit demo's uit te zenden. Was toen nog zo een CD printen en drukken en die opsturen met de post. En dan hopen dat dat binnenkwam. Was je dat... speelde in de band? Ik speelde in een band, maar ik speelde, ik speelde niks goed. Ik, uh, ik, uh, ik kon ze wat van alles. Uh, uh, een beetje piano, een beetje gitaar, wat zingen, wat elektronica dingen. Um, het was heel erg. Uh, alternatieve underground moeilijkdoenerij, ook heel vaak. Um, in die tijd was dat zo een soort van uh, bijna puberale um, underground. Maar toen op een gegeven moment dat ding van, ja, als niemand ons boekt, gaan we het zelf doen. En toen zijn we met een paar vrienden een festivalletje begonnen in een café in Antwerpen, um, in een kelder. Welk café was dat? God, dat heette, of dat heette De Bierland. Dat was in de naam zegt het al, een heel classy joint, die, uh, um, waar nu zo'n luxe hotel is aan de... Uh, tegen de Wolstraat ergens, het centrum van Antwerpen. Um, en uh, daar hadden wij een café en die hadden een kelder en daar mochten wij ons, ons ding doen. Um, en uh, dan hebben wij gewoon een line-up gedaan, wij zelf gehadlined met het groepje en dan daar nog twee dingen voor gezet die we dan gevraagd hadden om te komen. Super egotiperij. Maar dat werkte wel, want ineens waren we geboekt. En uh, ik denk dat er dan zo misschien zes mensen waren of zo, dat was echt een echt, echt heel klein begin. Maar ja, door te organiseren van dat evenement, uh, merk ik ook, ja, je moet promo maken. Uh, dat hadden we niet goed gedaan. Um, blijkbaar moet we ook een lichtman hebben, of een geluidsman zeker. Want ja, wie gaat dat doen? Er moet iemand aan de inkomen zitten, er moet dus een startkast zijn. Plotseling begonnen al die dingen te gebeuren. En ik heb daar toen heel veel dingen zelf gedaan. Ik denk dat ik het geluid heb gedaan bij mijn eigen show. <laughs> Omdat dat zo, ja, je moet dat zo wat regelen. En over het weer lopen dat is super stressy. Um, en na die show zeiden mensen niet, het was goed, maar... Mensen ze zeiden, ik speel zelf ook in een groepje. Doe dit dan nog eens, mogen wij komen spelen? En zo is eigenlijk een hele reeks van concerten ontstaan. Elke maand hebben wij, dat heet een Undercurrent. Dat was in die 2003, 2004 of zo, denk ik. Ze we begonnen met echt maandelijkse concerten te doen. En uh, al heel snel werden ook internationale acts, want heel vaak hadden ze, we, oh, we zijn een Italiaanse groep en we zijn op, uh, op tour. En we zoeken nog een datum in, in België en blijkbaar doen jullie concert. En dat kreeg dat soort mails binnen. Um, dus we hebben toen echt al een paar jaar heel veel concerten georganiseerd, en dat ook geleidelijk aan een stukje geprofessionaliseerd. Um, maar daar heb ik wel het, achteraf bekeken, zo de, de overstap gemaakt van misschien waar die, dat kunst maken was er niks voor mij, of niet helemaal. Maar zo het organiseren en het, hoe, hoe zorg je er dat er volk voor is en hoe zorg je ervoor dat daar ook geld aan overgehouden wordt en dat je in orde zijn met dingen. En, en Sabam. De eerste keer dat die Sabam-inspecteur langskwam, wisten we niet wat Sabam was. Dat was zo, ja, wat, wat is dat nu weer? Zodat, uh, dus dat helemaal uitzoeken, ja, daar is dat wel echt begonnen. En gezegd hebben, wie is we? Um, dat, dat waren we toen, undercurrent waren we met vieren. Um, mijn, mijn man was erbij, Chris. Uh, Thomas Bartelsik was erbij, die vooral het... Ik kwam altijd met weer shit af om te programmeren. Dat was vooral Thomas' ding. En dan Freek van der Herten, ook een vriend die ook in het bandje speelde, die ook dingen die organiseerde, waren met ons, met ons gevieren om dat zo wat te doen, als ik het mij nog goed herinner. En dus ja, om de, de zoveel tijd lagen er dan een hele stapel CD's van bands en dan, oh, die wouden komen spelen, dan moesten we die selecteren en doen en dan terug de promo. En meestal in die bierland tot dat ding is failliet is gegaan ofzo, of ergens anders naartoe zijn gegaan, is dat beginnen zwalpen. Zo, maar we hebben echt een reeks gehad waar we heel veel, heel veel acties hebben geboekt. was het altijd in een kelder? Altijd in een kelder en altijd voor zo'n nul euro. Hè. Als er winst was aan de deur, dan kregen ze dat. Maar er was nooit winst aan de deur, want we verkochten amper kaarten. Dat was echt zo. Tot op een gegeven moment hebben we wel eens een paar keer uitverkochte shows kunnen doen en dan begon het wel te werken. Um, maar dat was heel amateuristisch. Maar wel het begin van... Hoe verandert je een, een artistiek idee in iets heel tastbaar en concreet, waar je ook uh, volk voor over de vloer krijgt. Want wat ik echt wel onthouden heb is, dat was heel cynisch eigenlijk. Dat was ook heel Antwerps begin jaren 2000, cooler dan de rest. Dus wij doen een stomme mainstream, wij doen ons feest wel. Um, maar de kunst is natuurlijk: die zaal, daar staan een paar mensen die zelf ook willen spelen en die ook een achterban hebben. En daar begint het mee. Je bouwt een verhaal op waar de mensen dan zeggen: oh, hier kunnen ook gaan aan meedoen. En soms ik hoorde dan, hoorde dan mensen die zeggen, oh, ik ben in die tijd nog daar, en dat was heel cool, terwijl ik dat, in mijn herinnering was dat echt gewoon beschamend amateurisme. Maar zo, er zat een soort cool rond op dat moment, omdat dat, ja, dat gebeurde en mensen waar we erbij zijn en je zag daar de juiste bands die je net ook zou kunnen gaan, gaan boeken of zo. Dus dat was wel een hele, een hele fijne periode. En hoe lang heb je dat ongeveer gedaan in totaal? Dan? Dat is een, een hele langzame dood gestorven. Ik denk dat de hoogdagen waren echt een paar jaar. En dan hebben we om zoveel tijd nog eens gezegd, moeten we dat nog iets doen. Dus ik denk dat de undercurrent heeft een vier jaar of zo bestaan. Vijf jaar misschien. Um, we hebben ook nog uh, Rarefish Collective zat er ook nog tussen. Dat was een netwerk van Belgische underground, post-rock, mathrock-achtige groepen waar we ook tussen zaten. Um, er is een radioprogramma op Radio Centraal uitgekomen, het, het illustre Radio Rarefish, waar ik tot mijn grote verbazing was achtergekomen dat vind ik dat nog altijd toe. Dus ik dacht: oh ja, dat bestaat nog, wauw. Dus dat bestaat nog altijd. Am. Dus er is heel veel uitgekomen in echt die periode, 2000, uh, denk 2002, 2010 ten laatste, zoiets in die periode, en heeft er heel, veel, uh, er heel veel mee gedaan. Een klein sprongetje dan misschien, of misschien zelfs wel geen sprongetje, maar wel misschien een verschil in. in Um, ja, hoe dat je de dingen organiseert of zo, je um, zegt dat het zo heel antwerp was en zo van we zullen het allemaal zelf wel doen, misschien wat anarchistisch of zo, mag ik dat zeggen? of is dat wat over? Of? Ik denk dat arrogant een beter woord zo is zo eigenlijk. Zo, ja, dat was toen wel echt een sfeer. Ik, ik schrik soms van uh, hoe, hoe negatief dat die periode ook al was. Alles was bullshit en wij gingen het veel beter. Dat was zo de sfeer van, mm -hmm. van toen, hè? En ik, ik weet. Um... Maar zo typisch dat, dat jongere idee zo van. Ja. Tegen alles of zo. En in ieder geval is het, ik noemde dat, dat uh, het Antwerps applaus. Dat was zo als, uh, als een Tom Barman in een café binnenkwam, dan deed hij alsof je niet wist wie dat was. Want je wordt daar eigenlijk te cool voor. Zodat, uh, zo, dus als je het echt gemaakt had in de stad, dan deed iedereen alsof ze niet wist wie je was. Het is dus dat soort van, van hele, hele kromme arrogantie die er al wat in zat. Zo. Um, ja, dat was die tijd vooral. En dat is echt beschamend om erop terug te kijken van hoe, 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 hoe vol van jezelf kunt je zijn. of zo. Tegelijk is dat ook een soort beeldenstormende. Wij gaan dat hier doen, achtig ding. Um, maar ik denk ook niet dat wij, als je erop zou terugblikken, bij de allerkoelsten van, van het landschap hadden gezeten. Ofzo. We waren wel gewoon ook heel blij met die, die tegenbeweging waar we konden in zitten. Maar dat had ook wel iets of Dat is uh, jeugdig enthousiasme. Ik zit sinds uh, een week of zo op LinkedIn. Mm -hmm. Dus uh, dan kon ik zoiets waar gaan piepen op uh, uw profiel. En voor u zeg je zelf dat het begonnen is uh, op uw 26e ja. in 2006. Uh, dan werd je ineens directeur van het cultuurcentrum in Merksem. Hoe rijmde je dat dan met datgene dat je daarvoor deed? Zo van. Ja, ik, uh, die twee staan nog wel wat haaks op elkaar, zo denk ik. Niet, ja, ja, je. ja, maar toen voelde dat... Um. Of zit er nog wel een heel omschakeling tussen die twee periodes in of zo? Ik, is dat zo wat meer? Ik had ook daarnaast al een voltijdse job, dus ik was wel vanaf, uh, vanaf mijn... Ik ben afgestudeerd in 2001 of zo, denk ik. Had ik... In wat tijd heb uh, je Ik heb Germaanse gedaan, zo'n uh, richting die... Zo alles en niks of zo. Hè. En, uh, uh, ik heb daar linguïstiek gestudeerd. En ik ben afge... Ik heb mijn eindwerk geschreven, een thesis over bijwoorden in... en universele grammatica. Dus mega saai. Um, uh, ik heb honderd, in honderd talen het bijwoord bestudeerd en daar dan een thesis over geschreven die volgens mij, ik, ik heb ze niet meer, maar dus onleesbaar moet zijn. Dat is fantastisch. Um, en toen ging ik op de arbeidsmarkt ben ik beginnen werken ben ik bij de stad Antwerpen begonnen, um, waar ze net een project wilden opstarten rond bewonersinspraak en participatie. Dus ik ben zo heel hard in zo de buurtvergaderingen en dat soort dingen. Mijn, mijn, eerste, mijn eerste job was ook zo qua je buren, die vonden dat in de straat niet goed was aangelegd, daar zouden de hoorzittingen voor organiseren. Um, maar daarnaast was ik gewoon die, die kelderconcerten op doen en plaatjes dat maken en mijn eigen bands en zo heel, heel underground dingen. En toen was op een gegeven moment een, een soort vacature bij de stad ook. Dus je hebt dan zo'n soort zicht op, oh ja, er komen nieuwe dingen binnen. En ze zochten een programmator in, denk CC van, CC van Deurne, het cultuurcentrum van Deurne. En die dacht, ik ga dat doen. En ze zochten specialisatie, folk en stand-up comedy, twee dingen waar ik niks van weet. Maar ik dacht, dat moeten ze niet weten. We gaan gewoon... En zie een, een, een ding dat ik altijd heel goed in ben geweest, is gebluft weer gezien en je ziet dan wel wat er gebeurt. En dan leer je het erna wel. En uh, ik ben op het sollicitatiegesprek geweest en toen zei ze, "Dat was heel goed, maar die job is al weg. Ik weet niet of dat dan net gewerkt had of zo. Maar we zoeken ook nog een directeur in Merksem. Zou je dat niet willen doen? Ik zei, ja. En zo ben ik directeur van het cc van Merksem geworden. goed wetende dat ik dat nog nooit gedaan heb? nog nooit wisten we, maar wel, we zullen dat wel leren. Hoe moeilijk kan dat zijn? Dat, dat idee. Um, en dat was moeilijk. En dat is heel hard werken om dan als... 26-jarige snotneus in zo'n ploeg zo de baas te zijn. En iedereen vraagt dan van nu hé, wat ga je hier doen? En, en, dus dat is uh, een harde leerschool geweest. Dus, dat is ook alleen waar je er heel veel van leert. En uh, ja, zo ben ik daar eens dus ingerold. En dus dat was ineens wel mijn binnenkom in de professionele cultuursector. was ineens als, als, als directeur van een, van een cultuurcentrum in Antwerpen. Um, dus dat was vrij, vrij snel vertrokken of zo. En het matchte wel, omdat ik denk, ik wou ook wel heel hard met hetgeen dat ik geleerd had in die concerten en zo. En daar had ik ook wel een beetje renommee in gebouwd. Dat kon ik ook wel vertalen naar zo'n cultuurcentrum. En hoe lang heb je dat gedaan precies? Ik denk dat ik bij Merksem ben ik vijf jaar ben gebleven. Het laatste jaar heb ik dubbel gedaan met nog een andere job. Um, toen was de coördinator van de cultuurcentra, dat was toen uh, Roel Verniers. En Roel is, is ziek geworden en ik heb dan tijdelijk zijn job uh, overgenomen. Dus dat was een combinatie, directeur van Merx en dan coördinator van het netwerk van de Antwerpse Cultuurcentra. Um, ik zeg op LinkedIn dat er een overlap was en ik vroeg me of dat een fout was of niet. Nee, maar nee, dus nee. Gister, dus ik heb die, die twee gecombineerd. gecombineerd en dan uh, uh, eerst gecombineerd samen met uh, de Max Timmerman, die nog altijd directeur van de kern is in Wilrijk. Um, en uh, dan op een gegeven moment ja, kwam, is, Roel, is Roel helaas veel te vroeg overleden. En dan is die functie vrijgekomen en heb ik gesolliciteerd daarvoor. En dan ben ik overgestapt naar zo de cultuurdienst van de stad om daar dan twee jaar, denk ik, coördinator van de Antwerpse cultuurcentra te zijn. Ja, want wat is dat dan eigenlijk precies, dat, dat netwerk van Antwerpse cultuurcentra? Dat is een soort van overkoepelende zijn, organisatie of zo? Ja, dan... er zijn uh, heel wat cultuurcentra in Antwerpen. Die zijn ook altijd op zoek naar een soort gedeelde... Missie, of wat doen we samen, wat brengen we bijeen? Het aansturen van die, toen waren het, denk ik, veertien cultuurcentra, die veertien directeurs, uh, maar ook die jaarplannen die verschillende dingen afstemmen op elkaar en daar een soort stedelijk verhaal proberen rond te, te weven, dat was toen de job van uh, die coördinator. En zo, oftewel die directeur van het cultuurcentrum of directeur van dat netwerk, wat is wat, hetgeen dat je daar zo het meest trots op bent dat je daar zo op die jonge leeftijd hebt kunnen verwezenlijken? Goh, ik, ik denk dat ik het meeste, trots is één ding, maar ook geluk heb gehad, uh, dat ik altijd heb kunnen afwisselen. Dus mijn, mijn carrière is altijd geweest, je maakt je handen vuil aan iets dat je niet kent. Je begint concerten te organiseren zonder dat je weet dat je een geluidsman moet zijn. Je leert heel veel van de praktijk. En dan stap je over naar iets dat meer het beleidsmatige is. Je creëert hier visie op, wat moeten we gaan doen? Je gebruikt de ervaring uit de praktijk om je meer te verdiepen in de brede zin. En dan aan een tijd het gevoel te hebben van en nu is het terug tijd voor actie en terug te keren naar we gaan terug een huis runnen of we gaan terug iets, iets organiseren. Dus ik, ik denk dat die mix voor mij bij de stad was, de stad was een speeltuin. Hè. Ik bedoel, wie neemt een 26-jarige zonder credentials aan om een cultuurcentrum te gaan runnen? En dat dan vertalen naar en nu zal ik op die cultuurcentra gaan coördineren, is een, uh, ja, die, die, die switch is altijd wel heel belangrijk geweest voor mij. En uh, ik, uh, ik denk dat ik het meeste, het meeste trots ben op het feit dat ik die, die twee ook heb leren doen. Ik... Uh, ik weet wat je een startkassa telt, maar ik weet ook hoe een, een, een begroting schrijft voor een organisatie. Dus zowel dus wel de praktijk als de, de visie erop. Die twee zijn voor mij heel belangrijk. En hoe ben je dan, want dat is volgende uiteraard, dat ik op uw LinkedIn kon lezen, hoe ben je dan bij Trix terechtgekomen? Hoe is dat precies gebeurd? Want is, is Trix ook iets uh, van de stad zelf dan? Dat... Trix is een onafhankelijke VZW, maar die gesubsidieerd werd door de stad en in een gebouw zat van de stad. Dus dat was zo'n gemengde... Um, een tricks is zo, toen dat dat de eerste keer geopend werd, dan dacht ik ik ga dat voor solliciteren, maar ja, dan was ik nog, nog ik weet niet, dat is, dat is, dus was ik echt helemaal te snot. Ik had nog nooit iets gedaan, dus zelfs niet op gesprek geweest. Maar ik heb daar toen wel voor gesolliciteerd. Oh ja, dat ga ik doen. Want dat sloot natuurlijk super hard aan in underground muziek, in die Antwerpse met hetgeen dat je doen was. Maar ik had gewoon het métier van directeur. Dan is dan Arne van Petegem daar directeur geworden, Star dan is Arne vertrokken en dan was er zo een, tweede, een tweede ronde van een directeur, een paar jaar later. En toen had ik net die job in Merxham, dus ja, kon ik ook niet. Want sinds wanneer bestaat Trix? 2001 of zo. Ik weet het niet meer. Nog niet zo heel lang nee. dan eigenlijk. Hè? Ja, maar ik was toen wel in 2001 was ik afgestudeerd, dus dat was niet een ding waar je me of twee of drie zoiets had. Dat, dat, was, dat was echt geen enkele credential om zo'n huis te kunnen leiden. Zeker niet eerste, de eerste directeur van zo'n huis. Maar toch geprobeerd. Een tweede keer overgeslagen, want ik had net een job. En toen vertrok die andere directeur, en toen zochten ze een nieuwe zakelijk directeur. En toen dacht ik: nu ga ik solliciteren. En dan uh, ben ik daar begonnen in uh, december 2012 of zoiets, denk ik. Te, januari 2013, op die periode. Mm -hmm. Zo juist ook de wissel van um, het, uh, dus het, ja, dus, uh, het stadsbestuur dat er toen was na de verkiezingen. Zoals de wissel van Janssens naar De Wever, zo. Die periode. Dus ik heb. Uh, uh, die periode heb ik anders, anders ingevuld. En ineens was dat, ja, vanaf 1 januari 2013, een heel ander landschap. Maar zat ik ook ergens anders, buiten de stad, voor het eerst in mijn carrière. Na denk, elf jaar ambtenaar bij de gemeente te zijn geweest, ben ik dan zo in loondienst gegaan bij een kunstinstelling. Um, ja, zo ben ik daar, daar aan begonnen. Even misschien het grotere plaatje, voor de mensen die dat niet kennen, kunnen ze omschrijven wat dat TRIX is, precies. Tricks wat wat is dat een... precies doet, wat dat gelegen is, wat dat organiseert. Uh... TRIX is een concertzaal in... Uh... In Borgerhout, op de Noordersingel. Um, buiten de Singel. Dus net, net buiten de Singel. Um, net binnen de Singel, technisch gezien. Dat is een soort eilandje tussen. Dus mm. denk ervan vanaf hoe dat ja. Dus Het ligt toch echt nog een stukje uh, um, op een rare plek. Um, dat een, uh, oorspronkelijk een soort jongerencentrum was. Dat is door de jeugddienst gefinancierd en opgebouwd. Maar dat al heel snel ook al de ambitie had om zo... Misschien is ook wel die Antwerpen zelfoverschatting. We hadden geen AB, dus we moesten ook een AB in, uh, in Antwerpen hebben en al heel snel een, uh, een concertzaal uh, geworden. En door een hele rare geschiedenis is Drix gebouwd en gefinancierd door de stad vlak naast een andere concertzaal, het Hof der Loo, dat ook gefinancierd en gebouwd was door de stad. Dus die zijn op een gegeven moment gefuseerd. Het was heel raar dat de twee rocktempels van Antwerpen zo twee huisnummers naast elkaar waren en een andere ploeg waren en vanuit een ander departement. Um, dat is dan gefuseerd. Er is met heel veel ruzie gebeurd. En uh, nadat dat een stuk gesetteld was, dan hebben ze ook, zijn ze ook zoek gegaan naar een, een zakelijk leider om dat daar te consolideren. En dan ben ik binnengekomen om uh, dat te doen. Dus ik heb die, die fusieperiode net niet meegemaakt. Ik ben binnengekomen op het moment dat dat één organisatie was, met twee concertzalen. en ineens ook van een clubje van 300 man naar een zaal met ook nog eens een zaal van 1100 bezoekers erbij, waarbij je ook in de, grote, in de grote leagues in België gaat spelen. Die, die vertaalslag, die, uh, daar, op dat moment ben ik binnengekomen in de hoofdstuk. En hoe was dat voor u? Oh, dat was een speeltuin, hè. Uh, ik, uh... Was dat moeilijk? Of? Ja, dat was zeer moeilijk. Um, ik denk dat... Wat je dus heel goed kan, is... in moeilijke organisaties binnenkomen die vastzitten. En daar... Uh... Een boel opkuisen. Dat was altijd wat ik, uh, wat ik deed. Dat was in tricks ook nodig. Dat was een huis dat, um, dat financieel er het zeer slecht voor stond. Als in, het was eigenlijk gedaan. Um, veel te veel geld het uitgeven, veel te weinig inkomsten. En ook gewoon geen plan. Dat helemaal ge, uh, met, met dat team. Uh, opgekuist en daar heel harde beslissingen in moeten nemen. Ik denk, mijn eerste jaar heb ik, ik denk dat er tien mensen in moeten ontslagen van de twintig, maar er werken ook twintig man op de payroll in een huis, daar, zo, daar was ook geen geld voor, er werd bespaard op die subsidies en plotseling was het geld op. Um, dus dat is een heel harde binnenkomen geweest in een organisatie die eigenlijk al, uh, al behoorlijk getraumatiseerd was door die hele slechte fusie die er gedaan is. So, de, de, ik weet nog hoe, de Serge de Pauw, dat was de directeur van de CC Luchtbal, en daar hoorde dan het Hof der Loo als bijzaal bij. Die was ook mee overgekomen naar, uh, naar Tricks na die fusie. En die zat daar dan, maar die had niet echt nog zo'n. Dat was de, gro de grote man van het Hof der Loo. Uh, als je aan 40ers, 50ers in Antwerpen vraagt wie is Serge de Pauw, dan zeg je ja, dat is de man van zo die legendarische dingen heeft georganiseerd in de rock'n'roll in Antwerpen. Uh, in uh, nee, alles van. Uh, dat was de gast die John Zorn, in de. In de uh, in de luchtbal in Schouwburg, gezet. dat was een gast die al dat soort dingen deed. Die er dan zat, maar zonder dat hij directeur was van dat huis. Maar zo, ja, je, je mocht al blij zijn dat je hier zit, zet u daar. Zo, dat verhaal, dat was een hele, hele moeilijke periode. Um, en dus als je dan zowel met personeel heel slecht zit, als financieel heel slecht zit, en dan nog eens de sprong moet maken naar een, een haaie sector, die, die, die internationale rock'n'roll is, ja, dat was heel stevig, dat was een heel leerrijke periode. Um, maar dat was wel pittig. Je hebt er best lang gezeten eigenlijk, toch? Ik heb er zeven jaar gezeten. Uh, dus dat is lang, ja. Dat is uh, de langste job die ik ooit heb ge gedaan, denk ik. Aan één stuk. Uh... En hoe heb je dat dan in die zeven jaar... Heb je het kunnen transformeren naar iets dat wel functioneerde? Ja, ja. ja ik denk... Uh, uh... Trix heeft dat financieel overleefd. Dat is omdat er heel uh, harde beslissingen zijn genomen, maar ook heel slimme dingen zijn gedaan. We hebben daar, denk ik, heel goed gewerkt. Uh, ik ben niet alleen, we hebben dat met een team gedaan. Um, een van de bizarre dingen, als dat bijvoorbeeld al zo van die hele grote concertorganisatoren, Live Nation, dat soort spelers, we gaven de zaal er gratis aan voor de eer van die grote namen die mochten komen spelen. En dus de vaststelling van zaalverhuur zaal voor u betekent eigenlijk dat je er geld aan moet verdienen. Dat kan niet dat wij... Geen geld verdienen aan een uitverkochte show van 1100 man in onze zaal. Um, maar dan moeten je dus met Live Nation gaan onderhandelen over. Weet het was gratis en wij stellen nu voor dat we er een pak geld aan gaan verdienen. Dat soort onderhandelingen hebben we moeten doen. Dus dat, uh, die vruchten die, die kunnen we nu altijd plukken, natuurlijk. Want dat maakt ook dat je daar ineens een, uh, een klein miljoen bij je omzet bij het. Uh. Dus zakelijk denk ik dat dat. Uh, de periode dat ik er heb gezeten, dat ik daar veel goeds heb kunnen doen. Ik denk dat inhoudelijk we daar ook heel straffe dingen hebben gedaan. Want dat kwam wel heel hard uit een nogal heel enge uh, indie-rock uh, en, en metal-achtige insteek. De verbreding naar hiphop, die in Antwerpen echt al nodig was. Elektronica. Er zijn heel veel nieuwe genres, ook nieuwe spelers binnengehaald. Ook dat heb ik mogen meemaken. Dus het is wel echt zo de periode van um, met dat heel veel groeipijn... Iets nieuws proberen te maken. Dat, uh, dat, is, dat is wel, uh, wel gebeurd. Ja. En ik las ook wel ergens online iets om zo naast puur te organiseren van concerten ook wel wat meer in te zetten op beleving en zo. Ja, dat je zo ook wel... Ja, dat vond ik zelf. Een café of zo, ja. zo van die dingen. Ja, dat was een. Uh, waar heb je gelezen? Ik weet het niet. Hoor. Er is een blog of zo, denk of ik. Ik, een, ik, weet het ik, uh, ik denk wel voor mij heel belangrijk was. was uh, er, er, er zat een hele, een hele lieve passie voor muziek in, in, in tricks, maar geen enkel uh, viel met publiek of zo. Dus wat er gebeurde was: als er op het concert in de zaal, deuren half acht en je wart er om twintig na zeven, dan stond je voor de deur en je had een kaartje gekocht. En na het laatste bisnummer werd je door security buiten getrapt en stond je terug op straat. Terwijl ik echt, en dat heb ik ook geleerd in die undercurrent-jaren, scenebuilding is belangrijk. Je, je wilt niet alleen dat mensen naar een concert komen kijken, maar er moet ook een nieuwe band gebouwd worden door mensen die zeggen dat was de graafste. Ik ben er iemand tegengekomen. Dat wordt onze nieuwe bassist. Dus je hebt ook een café nodig. Je hebt ook een functie nodig waar alles wat door elkaar loopt. Dus zelfs in die ellendige besparingsjaren, 2013, 14, in 14 hebben we een café gebouwd en geopend, een nieuw stuk aan de zaal gezet, gefinancierd, gekregen, sponsoring voor gezocht. Een heel verhaal gebouwd. Om net ook een extra podium te hebben, waar dat ook mensen gewoon een pint konden drinken en dus voor de show konden afspreken, er ook iets eten um, want tricks ligt ergens in the middle of nowhere, dus na je werk, dat je daar al kunt eten, ook weer inkomsten dat staat allemaal bij elkaar, dus dat was voor mij heel belangrijk we hebben ook, uh, ook heel veel repetitieruimtes en dat was belachelijk hoe dat mensen dan naar de GB ernaast gingen om een pintje te kopen terwijl in een repetitie uh, in een repetitiegod moet een toog staan de de, ik hoorde vorige keer het, het interview dat je deed met uh, uh, een van de andere uh, uh, kunst, kunst- en nog eens kunstinterviews, mm -hmm. ik weet niet meer met wie, waar het over de Music City ging. <coughs> waar het over de Music City ging. De, de, de repetitie-infrastructuur die daar in de Handelstraat ligt. Ja, die is cruciaal in dat verhaal, want daar leer je ook mensen kennen. Dus dat wou ik ook absoluut hebben. En ik had ook lang gerepeteerd in de Music City. Ik zag ook het steriele van zo'n. Een, een, een overheidsinstelling die ook repetitiecode had, die kwalitatief veel beter waren dan de Music City, maar waar geen, geen ziel in zat, mm -hmm. of zo, dat was heel belangrijk om dat er ook in te steken. Dus ik, ik, ik heb dat, ook, dat was er voor mij ook heel belangrijk. Beleving wordt zowel in de kunsten wat weggezet als, als glad en commercieel, want het gaat over de rock and roll. Maar de rock and roll is net vrienden voor het leven maken aan een toog bij een show die de graafste show is die je ooit gezien hebt. Dus dat ding is super belangrijk en dat moesten we echt veel meer capteren. En dat hebben we toen ook gedaan. Er is dus een café bijgekomen, er is dus een derde podium erbij. Ook voor voorprogramma's, na programma's, dat soort dingen. Dus dat was heel cool. Je zegt dat dat uh, de langste job is dat je tot hiertoe gehad hebt. Waarom heb je besloten om uh, <coughs> dan nadien eigenlijk voor jezelf te gaan werken? Oh, dat, was, uh, dat was niet mijn beslissing. Uh, ah. uh, er is een. Uh, dat is een. Uh, dat is een heel lelijk einde geweest met Rix. Um, op een gegeven moment. Uh, ja, ik, weet dat, ik weet dat nog goed. Ik was, ik was, het is wat ironisch. Ik was uitgenodigd op um, een congres in het Baskenland, ergens in Bilbao, om het model van Trix toe te lichten aan de Baskische muziekindustrie, want die waren helemaal fan. Dus dat betekende dat ik niet in die zaal was voor twee, drie dagen. zoiets. En dan hebben ze achter mijn rug een ontslag ge, ge, gevoefeld of zo. En ik ben daar dan achter gekomen toen ik terug was. En, uh, dat was een heel moeilijke. Uh, dat, was, dat, was, dat, was een, enfin, dat was een klap voor mij, ja, absoluut. Want dat was mijn leven en dat was hetgeen waar ik alles voor. Uh, met heel veel liefde voor deed. Um, en vooral ook dat was niet echt een goede verklaring voor heel dat verhaal. Um, het is pas veel later dat ik, uh, dat ik. dat inzicht wel heb en ook door ondertussen aan van alles anders te werken. Dat soort van toxische organisatie waar er heel veel ruzie in zit. Waar dat uh, er gebeuren ook heel irrationele dingen in. En dat was echt zo'n soort zondebokding. Ineens hadden ze het ding, zouden we het niet beter doen zonder zo'n directeur? Dat was ineens het idee. En die raad van bestuur heeft dan ja gezegd. Maar zich afzonderlijk allemaal, ja, we vinden ook spijtig, zo dat soort verhalen. En dan kreeg je zoiets heel erg... Je had geen verhaal, je had geen verklaring van waarom je contract uh, uh, verbroken was. En ik weet dat ze mij dat kwamen vertellen en dat voelde echt aan als een soort van... Uh, zo, iemand moest dat komen zeggen. De rest wisten dat natuurlijk al lang. Maar zo iemand moest mij dat komen zeggen: oh, by the way, we hebben nu ontslagen, toen waar. Um, en ik weet dat ik helemaal in shock was, en dat ik zei van maar, er moet een nieuw structureel subsidiedossier geschreven worden voor volgend jaar. Wie, wie, wie gaat dat doen? Ah, daar hebben we niet over nagedacht. En zo, dat was de hele tijd het ding. En ik weet nog dat ik toen dacht, ik heb toen nog gezegd van we zouden Edden een ontslagbrief al buiten gestuurd, want anders wacht daarmee, totdat ik het structurele dossier van de volgende keer heb geschreven. En uh, Ah ja, dat is misschien een idee. Misschien moeten we het zo doen. En ik weet dat ik buiten kwam uit die vergadering, dat ik de straat op ging en dat ik ineens dacht van, wat hè? Nee, weet wat ga je doen? Kan er mee stoppen? Dat ze in een plan trekken. dat was ineens zo. Ik krop weer in de kramp van alles voor de missie. Zo dat soort verhaal. Zo, dat ik ineens dacht van, man, nee man, dat dit is gedaan. En dan was dat van de ene dag op de andere gedaan. Um, een, uh, een behoorlijk zwart gat. En ik ben, mijn ontslag is gevallen in. December 2019, dan zijn uh, ze even alles kwijt. Mm -hmm. Dat is ook de maand dat ze in een ziekenhuis in Wuhan in China zo een paar zieke mensen hadden van een vleermuis. Uh, dus vlak na de ontslag viel ook alles stil. Dat is echt al een heftige periode. Dus dat is dat, uh, um, dat die wel tekent. Ik kwam ook van letterlijk duizenden mensen per week zien. Want gister had elke avond niet, je komt al volk van alles tegen. Naar niemand zien voor bijna twee jaar. Dat was echt heel, uh, heel heftig. Uh, en dat is. Als ik er nu op terugblik, dan denk ik. Ik ben heel blij dat ik tricks heb gedaan. Er zat heel veel liefde. Niet alleen voor dat, ook voor dat team. Dat was niet wederzijds en dat was heel pijnlijk. Maar blij dat ik dat gedaan heb. Nog blijer dat ik er weg ben. Want je wordt ook niet gezond van zo'n mand waarin mensen elkaar heel de hele tijd neerhalen. En waarbij ook een heel zwak bestuur, dat zo heel de tijd maar iedereen te vriend wou houden. Dat is ook gewoon niet goed. Het is alleen jammer van hoe dat dan just gelopen is. En. Uh, uh, dat, had heel, dat had veel schikker geweest. Ja, ja. Dat, dat had veel geweest als we het op een andere manier hadden kunnen doen. En dat had ik ook verdiend, wat nou, ik dat had gedaan. Um, maar dan krijg je zo'n soort van uh, zotmakend verhaal. Dat iedereen ook zou zeggen: ja, dat is ook waar. Dat is een schande hoe dat gelopen is. Maar ondertussen is het zo gebeurd. Mm -hmm. En. Uh, dat tekent u wel voor een stuk. En dat is wel een, uh, een belangrijk ding in mijn, mijn persoonlijke groei of zo geweest. Dat ik mm -hmm. wel heel snel wist van je gaat niet de gast worden die er over vijf jaar nog bitter over zit te zeiken. En dat mm -hmm. was heel gemakkelijk. Mm -hmm. Als ooit was ik de baas van het. En dat pakken mm -hmm. ze af. En, uh, dus ik ben de avond zelf, dus de dag dat ik in de namiddag had vernomen wat ze gedaan hadden, die avond zelf ben ik mijn eigen zaak begonnen. En dus ik uh, dacht, dan ga ik. Uh, mij goed bezighouden met adviseren als tussentijdse oplossing tot wanneer ik terug een zaal mag doen, want dat zat toen heel hard in mijn hoofd. Maar ik ben toen wel begonnen met een, uh, dezelfde soort, denk ik, hardnekkige arrogantie die er altijd wat heeft ingezeten. Ik kan dat. Ik ga dat doen en dan gaan we dat bewijzen. En vanaf dat gezegd hier is kenveerman.com, consultancy, heeft dat op het internet gezet en dan moet je dat waarmaken. En dat is dezelfde soort van ge gekondigd het aan en dan maak je het waar die er altijd heeft ingezeten. En dat is. Dat is mijn redding geweest, denk ik ook wel. Omdat dat heel gemakkelijk was om de verkeerde lessen uit dat soort dingen te trekken. je bitter weg te steken en grote misnoegde dat verhaal te doen. Dat had, dat had echt gekund, want dat voelde ik wel. Um. Ah, hoe komt dan dat je dat niet deed? Hoe komt dan dat je die avond dat je thuiskomt, dat je dan al direct beslist om dat bedrijf op te richten en dat je niet eerst zes maanden of een jaar of ik weet niet hoe lang in zo'n zwart gat valt? Waar is dat die kracht voor dan toch ineens mm. verder te kunnen gaan? Of was het pure bitterheid of zo? Nee, het was het omgekeerde van bitterheid, denk ik. Uh, ik denk dat. Ik had daar natuurlijk veel over kunnen nadenken. Uh, ik ben een. Uh... Ik kom uit een arbeidersgezin. Hè. Ik ben de eerste in, in de familie die naar een universiteit is geweest. Uh, dus Opwaartse sociale mobiliteit wilde ook zeggen dat je altijd in plaatsen zit waar je niet thuis hoort. Um, dus dat maakt u een beetje uh, een straatvechter, denk ik. Um, ik ben een meter 72 groot. Hè. Het is ook geldingsdrang dat daarin zit, denk ik. Ja, homoseksueel helpt ook. Dan het gevoel dat je moet knokken voor je plek. Dus al die dingen samen maakt dat... Als je mij het gevoel geeft van, wat staat nu hier buiten? Dan ben ik beter dan u. Dat ding zat er heel hard in. Dat is een strijd die heel hard een ding is geweest. Dus, um, uh, die strijdlust heeft me ook wel door een hele moeilijke periode gehaald. Je leert ook met het ouder worden om die strijdlust ook wat te laten gaan. Want niet alles hoeft een strijd te zijn. Hè. Dat, dat is een stuk ook. Maar ja, dat zit er zeker in. Als het een debat is over wie de grootste heeft, dan uh, trigger het. Dan ben ik, mm -hmm. ik, ben ik klaar om. Dus dat heeft het echt ook wel gedaan. Zo. De, um... En dat, heeft, dat, dat is een. Als je dat goed kunt inzetten, is dat een superkracht. Je mocht alleen niet zien dat je zo de kwaaie meneer wordt die altijd met iedereen in gevecht gaat. Dat, mm -hmm. is, dat is wat ik bewust ook niet wil doen. En als je dan zo kenveerman.com opricht, wat is dan daarna de volgende stap? Hoe komt er dan aan een eerste klant? Waar gaat je die vinden? Of? Ja, uh, daar heb ik, wel, heb ik wel... dat was moeilijk. Hè? Je kunt niet verkopen in een coronacrisis, waarin de kunstensector stil ligt en er niemand is. Maar wat wel hielp was, uh, mensen bellen nu wel om te zeggen wat de hel is daar gebeurd bij drieks in. Het beginnen mensen zo dat, en ineens komt daar ook wel achter, uh, we hebben trouwens hulp nodig. Je toch tijd hebt, wilde niet komen dit mee naar kijken. Je wil je daar niet mee naar komen kijken. Want mijn grote schrik bij. Ze hadden dat echt wel lelijk geflikt, hè. ze hadden mij, op mijn ontslagbrief staat uh, ontslag wegens uh, vertrouwensbreuk na externe consultancy. Dus zo externe consultancy, ja er was een verslag en er stof van alles in en daar moest je buiten. Dus je mag ik dat verslag zien, ja nee dat is vertrouwelijk, hè. Zo dat soort dingen, juridisch heel raar. Na nou, een beetje pushen wordt natuurlijk toegegeven, ja, dat verslag bestaat gewoon niet. Maar uh, we moesten iets op de ontslagbrief zetten en volgens het Sociaal secretariaat kun je het, uh, het moeilijkste procederen tegen dat soort dingen. Vertrouwen is breuk, er is een verslag enzovoort. Maar ja, ik was wel, na zeven jaar wordt hij een directeur, daarbuiten gezet. Als dan dief in de nacht, er zal wel iets gebeurd zijn. Dus mijn grote schrik was ook, dit is het einde van mijn professionele carrière ook. Er wordt, ik word daar zwart gemaakt omdat dat, dat bestuur goed uitkomt en, en maar dat bleek eigenlijk niet waar, omdat ik mijn reputatie wel had van iemand die wist wat ik aan het doen was en zo. En, uh, uh, dus mensen begonnen ook wel te bellen. Nee, kun jij ons hiermee helpen? Zie je dat zitten? En dus ik ben heel hard op een soort van. Uh, uh, laat mij nu maar eventjes andere mensen helpen met, met van alles wat ze nodig hebben. En laat mij daar mijn consultancy uitbouwen. Dat heb ik toen wel, uh, wel gedaan. En uh, zo gaat die bal aan het rollen. En dan heb ik één, denk ik één, uh, een heel schone cadeau is geweest. Dat, uh, de Maarten Quagenbuur van Cultuurloket me op een gegeven moment belde en die zei, is het is coronacrisis, het gaat slecht in de cultuursector. We hebben geld om culturele organisaties te begeleiden bij hun financiële moeilijkheden tijdens de coronacrisis. Wilde jij dat niet mee begeleiden in crisisbegeleiding? Ik zeg, ja, zo ben ik bij Cultuurloket binnengekomen. En dat was natuurlijk een nieuwe speeltuin. Ik ging van alleen één concertzaal helemaal in de diepte kennen naar een in een dag uh, rondreizende circussen die belastingsontduiking en kinderarbeid hebben, we dat op, naar theaters, naar musea, naar individuele kunstenaars. En zo ging je plotseling heel erg in de breedte werken. En dan is mijn consultancy natuurlijk ook veel verdiept en verrijkt, omdat ik daar ineens ook mijn, de skills die ik had, ook ineens kwam beginnen uitbouwen met nieuwe inzichten en nieuwe delen van de kunstensector. Dus dat is een hele schone geweest. En dat is weer, als ik het mezelf voor vertellen, de switch van in de diepte je handen vuil maken, naar in de breedte beleidsmatig dingen beginnen kijken. Daar heb ik daar terug een soort van uh, een wissel gemaakt. Mm -hmm. Dat is mooi. Um, Cultuurloket, um, ja, misschien gaan sommige mensen het ook wel niet kennen. Um, kunt u eens uitleggen wat Cultuurloket precies is en wat dat die doen? Cultuurloket is een, uh, een geweldige organisatie die uh, de zakelijke ondersteuning doet van de kunst- en cultuursector in Vlaanderen. Dat wil zeggen. Mensen helpen bij hun financiële vraagstukken. Mensen bekwamer maken bij dingen als uh, uh, prijszetting, fina financiën vinden, subsidiedossiers schrijven, dat soort dingen. Um, zij hebben een, um, een reeks opleidingen die ze geven. Zij hebben een, uh, een telefoonlijn waar je naar kunt bellen met vragen. Um, ze doen ook één-op-één één individuele gesprekken en coaching. Webinars ook. Webinars en dat is veel uh, een, een. De... een nieuwsbrief, schrijf die daarop in, want als je in de kunstensector werkt. Als je een vraag hebt over BTW, als je een vraag hebt over fondsenwerving, als je een vraag hebt over dat soort dingen, dan kun je echt de cultuurlijke terecht. En dat is, dat is heel fijn. En zij werken met een aantal vaste mensen en dan een netwerk van freelancers. En ik ben zo een van die freelancers die heel vaak wordt gevraagd om dingen ook mee te doen bij hen. En uh, ja, dat is heel fijn, omdat dat ook... Uh, Kleinere organisaties en die niet noodzakelijk zo iemand vijf, zes dagen kunnen betalen om dat werk te doen. Dus er is ook een budget om dat te doen. Dus ik word betaald door cultuurlijket. En het is gratis voor kleine kunstenaars, dat is ook wel heel waardevol om, om dan aan de slag te gaan met die mensen. Weet je zo'n beetje de geschiedenis van cultuurlijket? Wat weet ik nu zelf eigenlijk niet? Ontstaan oh, of zo? Nee, dat is, ik ben erbij gekomen toen het al Cultuurloket heette. Het heette ervoor Kunstenloket, denk ik. Uh, en was het heel specifiek op de kunsten, dus verbreed naar cultuur. Maar ik weet eigenlijk de voorgeschiedenis niet. Ik ben uh, daar niet zo heel lang bij gebleven. Af en toe was ik nog niet zo heel lang bij. Nee, nee, nee. Maar het is inderdaad wel enorm uh, waardevol voor zo'n ja, zakelijk aspect. Waar veel cultuurwerkers of zo niet altijd heel veel kaas van hebben gegeten. Ze dus daar toch wel. Um, ja, terecht kunnen kunnen mij vragen of, of um, opleiding kunnen volgen. Ja. Of ook gewoon ja, de website. Veel antwoorden al kunnen vinden in, in blogs of in webinars of zo. Um, dus ja, zeker is interessant om dat te gaan checken, cultuurloket. Um, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar misschien uh, is het wel een van uw paradepaardjes. En u hebt je misschien schrik wat er gaat komen. Nee. De culturele waardescan. Aha. Laten we het daar eens over hebben. Uh, Hebt u heb die specifiek ontwikkeld voor Cultuur ja. ja. En uh, wat is de culturele waardescan precies? Kunt u dat eens toelichten? Een culturele waardescan is een tool um, die je op een soort van canvas, zoals die Business Model Canvas die iedereen altijd moest invullen. Uh, is een tool waar je op papier op één blad kunt zetten: dit is het, het verhaal van mijn organisatie. En dat gaat zowel over de missie van de organisatie. Als de klanten, de mensen waar je voor werkt, de doelgroep waar je voor werkt, als de financieringsmix daarvan. En het is een manier om heel inzichtelijk uh, in beeld te krijgen. Aan de ene kant, van links naar rechts, waarom doe ik wat ik doe en hoe krijg ik er geld voor? En van rechts naar links, waar haal ik mijn geld uit en hoe motiveer ik dat om daar meer geld uit te vragen bij mensen? Dus het is een hele goede manier om heel snel, denk ik, voor culturele organisaties een, een, een zicht te krijgen op waar staat wel sterk op, wat kan ik nog verbeteren, wat kan ik op uitbouwen? Maar het is voor mij superbelangrijk dat het vertrok vanuit de logica van culturele organisaties. Zelfs een, een heel groot stuk van mijn werk is, uh, heel veel business werkt niet voor een kunstensector. Omdat er een ander soort filosofie achter zit, achter die not-for-profit. Um, doen alsof dat een bedrijf is dat uh, uh, telefoons verkoopt is niet goed, want dat werkt ook nooit op die manier. Dus een manier vinden om wel op de juiste manier de ziel van die culturele organisaties te pakken en dan wel te helpen om daar veel meer verkoop en klanten in te steken. Want dat is natuurlijk belangrijk. Dus is je, een, je kunt een business model canvas niet zomaar blindelings invullen voor een cultuurorganisatie, want die twee die, nou, zijn moeilijk te rijmen. En dat is eigenlijk een beetje hetgeen dat je gemaakt hebt met die culturele ja, waardescan. Ik wou ook een aantal dingen uh, in die... In, in de klassieke Osterwalder en Pigneur, de, 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 de business model canvas, daar is een veld value proposition. Maar er is heel weinig over de value zelf, want die value is altijd monetair in die redenering. Winst is de value. Terwijl wat je in de kunstensector heel typisch ziet, is, is dat mensen ook hoop dingen willen doen, zelfs als die geen geld zou brengen. Daar is ook een, 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 dat moet ook ergens in zo'n canvas kunnen, dus dat heeft ook een, een soort keuze. Um, dus die, we hebben een herschikking gemaakt van dat soort canvas, maar heel erg vanuit de logica van wat uh, ik missiegedreven organisaties ben beginnen noemen. niet zozeer waard, Vroeger heette dat waardegedreven organisaties, maar bij het woord waardelijk denken we altijd terug aan geld. Mm -hmm. Terwijl het net over iets heel anders gaat, over een missie. Hoe wil, hoe wil ik de wereld beter maken? Um, en dat heeft een heel andere logica. En dat wil niet zeggen... Dat je dan geen geld moet verdienen en geen klanten moet vinden enzovoort. Maar de manier waarop je dat doet is wel heel anders. En dat, is dat, dat, dat value, uh, de, die uh, creatief, de culturele waardescan was daar zo een tool om dat ook te doen. En die gebruik ik zelf nog heel vaak als ik zo binnenkom bij organisaties. En doen is dat ook op mijn website, is dat ik bij cultuurlijkheid. Er zijn ook wel webinars rond te vinden. Um, dat is een heel goed begin om op met uw team, of als je alleen bent, om een soort gesprek te voeren over wat ze we hier nu eigenlijk al doen en welk stuk hebben we nog niet in de vingers. Want ik geloof heel hard dat begin uh, dat je nog niet in de vingers hebt, dat is een cadeau. Dat is hetgeen waar je weet, oh ja, dat moet ik nu gaan doen. Als je weet wat je niet weet, dan zit het bijna klaar om de volgende stap te nemen. En dat is het waar het af voor dient. Ik heb ze voor uh, de podcast ook gebruikt. Super. Dus ja. uh, waarvoor denk. Ja. Waarvoor denk. Um, op de achterflap er ik ook lezen, Live DMA. Uh, daar heb je ook zoiets uh, voor ontwikkeld, een soort van tool, de Triangle. Ja. Wat is Live DMA precies? En wat is dan die tool dat je daarvoor ontwikkeld hebt? Live DMA is een uh, Europese netwerk van concertzalen. Ik ben daar ingerold toen ik nog bij Trix werkte. Ik um, ben daarvoor blijven werken. Uh, die zijn heel erg bezig met kennisuitwisseling tussen Europese concertzalen. Hoe, wat kunnen we van elkaar leren? Uh, die hebben natuurlijk ook een coronacrisis meegemaakt. Heel Europa. Dus wat gaan we daar, we gaan elkaar daar versterken? En een van de projecten die ik uh, daar heel lang heb gedaan was. Uh, uh, we het de Triangle heette. Um, um, wat nu van naam is veranderd. Ik, uh, ik weet nog niet wat de nieuwe naam gaat worden. We gaan dat deze, uh, dit najaar gaan we dat afkloppen, omdat het geen driehoek niet meer is. Het oorspronkelijke systeem was een, uh, een de triangle was met het, het Engelse woord try voor proberen en een soort woordspeling. Maar het is geen driehoek meer, dus het zal iets anders worden. Um, maar het was een, een tool rond publieksontwikkeling. En ook daar was, uh, er bestaat heel veel marketing, er bestaat heel veel info over hoe vind je klanten. En je gaat op zoek naar het gat in de markt. En je gaat op zoek naar uh, de dingen waar vraag naar is. En daar gaat je een soort van uh, demand-driven ding op doen. Maar heel veel concertzalen vertrekken vanuit: we zetten obscure muziek die we cool vinden. En daar zit niemand op te wachten. Dus dat is een heel ander verhaal. Dus dat was een tool die ook vertrok vanuit: hoe kun je wel publiek bouwen zonder je ziel te verkopen of zo. Of zonder zo. Uh, zonder dingen te doen die schadelijk zijn voor uw verhaal en andere mensen af te stoten. En het is een, een oefening die heel erg vertrekt vanuit uh, het onderscheid tussen uh, de artistieke kant van het werk en dan de settings. Hè. Hoe laat begint de show? Waar is de show? Uh, is het staand zittend? Dat soort dingen. En als je kunt, kunt kiezen welke dingen dat je vooral wilt houden, dan weet je ook welke dingen je wel wilt veranderen. Dus het kan perfect zijn dat je zegt: wij zijn een, een jazzclub en we willen alleen jazz doen. Maar dan komt er een hele reeks vragen rond. Misschien moet je dat dan niet in je eigen club doen, maar ergens anders. Of moet je dat eens op de middag gaan doen in plaats van... Zo. Zo, dat, dat soort uh, gesprekstof wordt dan gegenereerd. Terwijl als gezegd, we zijn een, uh, een podiumcafé, en dus voor ons is het belangrijk dat het altijd in dat café is, dan kun je wel de artistieke kant wat gaan veranderen. Misschien moeten we dan amateurkunst gaan zetten. Misschien moeten we een ander genre gaan zetten. Zo, dat soort vragen komen daar. En dat is een manier om niet met een vinger te zeggen, zo moet het doen, dit zijn de tien dingen die je moet doen. Maar wel mensen te stimuleren om in hun eigen team een reeks verkenningsvragen. Dat stelden Dan voor. Zouden we dat zo kunnen aanpakken? En wat zou er dan gebeuren? En dat hebben we eerst ontwikkeld, gewoon theoretisch, met een paar mensen. En dan hebben we dat ge, uh, echt een test drive gedaan. Ze hebben we twee jaar een tour op geweest, met 17 concertzalen, om dat ook live uit te proberen en uit alle fouten die erin zaten een heel nieuw systeem te maken. En dat is uh, deze zomer afgerond. En dus na de zomer zal dat ding ook gelanceerd worden als een, uh, een, een nieuwe tool. En dan is het echt, ja, dan wordt ook vertaald naar de Koerante Europese talen. Dan gaan we die ook echt overspreiden in uh, het hele landschap van Europese concertzalen. Voor elke organisatie dat dan verbonden is aan die Live LiveDMA dan? Of? Goh, ik, het, is, het is met Europees subsidiegeld gedaan, dus ik vermoed dat ze dat gewoon op de website gratis ter beschikking gaan stellen. Het is geen, het is geen commerciële. Uh, het is geen lidmaatschap lidmaatschapverhaal ofzo. Maar ik denk wel dat we via het netwerk van Live LiveDMA gaan beginnen promoten, maar dat het in principe voor iedereen is. Om het, uh, Want hoe groot zeggen. is dat netwerk zo van Live DMA? Hoeveel? Oh, dat is, Zalen of, of, uh, het zijn dus 17 landen die elk, een, uh, of 17 associaties van, van concertzalen die samenwerken. Dus dat zijn honderden concertzalen. Hè. Dat is een gigantisch landschap van, uh, van hele kleine Spaanse metalbars tot, tot uh, van, die, van die Scandinavische tempels die er staan met van alles en nog. Dat is heel verschillend ook. Uh, uh, dus dat is wel cool om ook, uh, om ook overal binnen te lopen natuurlijk. Is dat moeilijk om zo van die kleine metalbars naar zo'n Scandinaafse tempel, zo, om daar zo gemeen goed te vinden? In... Dat was een deel van die testdrive ook. We hebben, we hebben 17 concertzalen dus geselecteerd. En sommige daarvan waren grote zalen, sommige waren kleine zalen, sommige waren metal, andere waren jazz. Maar bijvoorbeeld ook, er was één zaal uit een, een dorp in, uh, in Italië. En dan één zaal uit Parijs, om ook zo de, 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 de schaal van grote steden. Hoe, hoe hard kun je in een niche gaan in een dorpje in Italië? Niet. Hoe, hoe kleiner je dorp, hoe breder je moet gaan. Maar net in zo'n groot stad kun je je wel permitteren, of moet je zelf scherp in een niche gaan om een publiek aan je te binden. Dus die spanning hadden we ook ingebouwd om te zien of dat werkte. En dat zijn de super interessante discussies die er ook uitkomen. Het, uh, het is, het is, de vragen zijn dezelfde. Die gaan heel erg over hoe. Uh, voor wie doen we dit? Wat hebben die mensen nodig? En hoe overtuigen we mensen om mee te doen? Dat zijn, dat zijn de vragen. Maar de uitwerking is heel erg anders. In... Kijk, in Spanje is vrijwilligerswerk verboden in concertzalen. Dat is een heel andere vraag dan Nederland of België. Dus ja, dat geeft een heel andere context. Dus die context is anders, maar de filosofie erachter, de vraag hoe gaan we mensen werven om, hier, om hierbij te zijn, is, is, uh, uh, is altijd hetzelfde. Eerst te de dingen op vrijwilligers. Ja. Ja, in, in, in zeker dat de, 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 de de clubcircuit draait op vrijwilligers. Het, het jeugdhuiscircuit, waar heel veel concertwerking uitkwam, het is ook niet toevallig dat er iets uit de jeugddienst komt. Hè. Dat is ook allemaal jeugd, was waar de popmuziek in zat. En dat is nu ook mee oud geworden en begint nu zo te institutionaliseren naar, naar, naar de kunsten. En nu is ineens rock and roll is de kunsten en niet meer jeugdwerk. Dus dat heeft met de leeftijd van de mensen te maken die ook beoordeelden wat kunst is, denk ik. Hè. Dat, is, dat heeft zeker iets mee te maken. Um, maar dat is in andere contexten niet noodzakelijk. Zo in Anglo-Saxische context is, is dat geld verdienen. Hè? Dat is commercieel. Je zet baans om geld te verdienen. Dat is ook een café. Heel veel Britse plekken zijn café-restaurants die geld verdienen door dat ze af en toe een baan boeken. Dus die filosofie is ook heel anders. En dat is ook interessant om die cultuurverschillen ook een die gigantische cultuurverschillen in Europa ook te zien, hoe dat er wordt gekeken naar muziek en de rol daarvan in de, in de wereld. En dan toch een soort universele manier te vinden om dat gesprek te, te doen. Dat was heel leuk om te doen. Dus voor iedereen uh, dat die uh, in de muziek zit, uh, hou het in de gaten, zou ik zeggen, tot ja. wanneer het een tool online komt. Het ja. zal zeker de moeite zijn om te checken. Uh, we hadden het daarnet over de culturele waardescan en cultuurloket. En die twee zijn, denk ik, uh, een mooie segue naar Bizarre. Um, ooit hebben we elkaar wel eens tegen het lijf gelopen, uh, lang geleden, uh, op café in Borgoud in de Mombasa. Toen uh, woonden we allebei een vergadering bij voor uh, Borger. Klopt. Dat was een, een gezamenlijk initiatief. Uh, allee, is een gezamenlijk initiatief voor alle kunstruimtes in Borgoud. Ik was daar via Gallery, Galway, uh, de tentoonstellingsruimte dat ik runde toen. En jij dan nog via tricks toen misschien? Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, of was dat toch via uh, Ida dan? Ida Wollos, Ida Ida uh, uh, die, uh, die had mij gesommeerd om mee aan dat subsidiedossier te schrijven. Ja, also. Dat moet hier gebeuren en dan ben ik mee, mee gaan kijken naar dat dossier. Ja. Ik weet uh, toen ja, dat ik heel onder de indruk was van de dingen dat jij allemaal wist erover, over subsidies en zo. Uh, ik ik ken er allemaal niks van. Uh, maar ja, verder hebben we elkaar um, nooit meer tegen het lijf gelopen, denk ik. Uh, tot dan bizar. Ja. Uh, ik heb daar vorig jaar in maart, denk ik, of zoiets aan deelgenomen. Uh, Kunt u eens uitleggen wat dat bizar precies is en wat dat doet? Ja, mijn. Uh uh, biz uh, bizar of bizar, ja, de, 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 de uitspraak loopt door elkaar. Het is een soort. is een samentrekking van business en art, maar dan in het Frans is het ook nog eens bizar. Dus ik weet niet goed of dat daarmee te maken gaat, maar het is een soort uh, rare, rare uh, kronkel. Is een project dat Cultuurloket doet uh, voor de VDAB en dat uh, richt zich heel erg op. Uh, Werkzoekende kunstenaars en cultureel ondernemers, dus mensen die al een tijdje werkloos zijn en die een opleiding kunnen krijgen van een maand, want dat is echt heel intens, dat is heel stevig, rond cultureel ondernemerschap. En dat is weer zo'n speeltuin. Um, we kunnen dat vrij invullen hoe we willen. We doen daar nu, nu drie, vier jaar mee bezig. Um, en elke keer. Halverwege de opleiding evalueren we dat met de deelnemers. Op het einde van de opleiding evalueren we dat en we passen elke keer die opleiding ook aan aan de noden van die deelnemers. Waardoor dat we echt een programma hebben gemaakt dat helemaal op de maat is van kunstenaars en cultureel ondernemers. En dus niet business model canvas en zo moet ondernemen. En dat soort van de klassieke verhalen, maar ook heel erg waarom is dat zo moeilijk om als kunstenaar die dingen te gaan doen. Um, waarom moeten we niet afkomen met de basics van um, bedrijfsvoering, en marketing en productverkoop en dat soort dingen? terwijl heel veel kunstenaars zeggen ik, ik, ik huiver bij het woord klant, ik huiver bij het woord product, ik huiver bij market is marketing is dus ja, ja. hoe, hoe raken we daar voorbij? En het is heel cool om te zien dat door heel streng te zijn voor onszelf en te zeggen dit scoort heel slecht bij deelnemers of hier zit echt een gat en we gaan moeten aanpassen, we gaan het anders moeten doen, dat we echt een methodiek aan het ontwikkelen zijn om uh, kunstenaars wel een ondernemerschap bij te brengen, maar in dat hun Artistieke praktijk ook in, de, in hun waarde laat ofzo. En daar, daar niet een ding heeft van je zijn niet goed bezig maat. We gaan je uitleggen hoe het moet. Maar wel, hoe kun je dat naar je naar hand zetten om daar dingen mee te doen? En daar ook veel zelfzekerder en, en sterker uit te komen. Dus dat is heel tof om te doen. En ik mag nu ondertussen, we doen dat vijf keer per jaar, zo'n maand. Ik mag die Antwerpse editie, dus is dus twee keer Antwerpen, twee keer Gent, en één keer Leuven. En dan ga jij in Leuven zetten. Mm -hmm. ja. um, ik mag die Antwerpse editie coördineren, dat is heel fijn. Hoor. Dat is een, elke keer een maand. Uh, voor mij een 9-to-5, dat is ook ongewoon in mijn, in mijn ritme als, als ondernemer, maar dat is ook cool om te doen, om 15 mensen een maand lang vast te pakken en die ook te helpen groeien. En ik mag in alle bizarres ook nogal vakken geven over verdienmodellen, over prijszetting, dat soort dingen. Um, dat is heel tof om te doen, ja. ja. ik zei het er straks al tegen u, uh, mijn zus die is ondernemerscoach, zij heeft zelf ook zo online opleidingen, en daar had ik ook een opleiding van gevolgd. Uh, gaat ook zo over, ja. Veel over ondernemen en zo. En, en dus daar had ik veel van die tools al leren kennen of zo. Wat dan wel goed was voor mij om daar wel een begrip van te hebben van wat dat is of zo. Maar dan in Bizar was het zo interessant omdat dan zo... Dan had ik meer, veel meer het gevoel dat ik dat kon toepassen eigenlijk of zo. Om, omdat anders is echt een te, grote, uh, een te groot gat tussen zo... Heel dat businessgedoe en artistieken dat echt niet met elkaar ruimt. Maar eigenlijk kunnen ze wel met elkaar rijmen, maar dat ja. doe, doe je eigenlijk door het anders te verwoorden of anders aan te pakken of er anders over te denken. En uiteindelijk ga je dan als cultureel ondernemer ook wel mee marketing bezig zijn, maar je noemt het niet meer zo of zo. Nee. Nee, nee, en, het, <laughs> en zo simpel is het eigenlijk soms om, om dat, ja, dat specifiek toe te passen op die artistieke situatie of zo, waarin je het dan wel kunt begrijpen en dat je wel voorbij die blokkade gaat van ik doe niet aan marketing. Ja. En vaak is die blokkade dat ervoor zorgt dat je zo'n dingen niet wilt doen, omdat je zegt dat is de business, ik doe dat niet. Ja, ja en dat is zo interessant. Uh, ik heb er zoveel geleerd toen. Ja. Dat is, dat is, ik vind dat het schoonste aan die opleiding, dat je mensen ook de klik zien maken van um, in hun eigen weg zitten, want dat is het heel vaak. Hè. Je probeert u een plaats te geven in een, in een verhaal dat niet klopt voor u. Dat, dat is een job, en ik ben daar geld mee aan het verdienen, maar eigenlijk niet, ik zou daar geld mee nemen, zo dat soort dingen naar, ik ben hier iets van waarde aan het doen en ik wil dat delen met de wereld. Dat is wel, dat is wel heel cool om te zien. Dat de, uh ik had vroeger heel veel last van dat soort blokkades. Ja. Ik weet, toen ik Yellow Yellow net begon, dan wou ik geen nieuwsbrieven sturen. Ja. Want dat vond ik veel te businessy. Ja. En nu snap ik van, maar het is belangrijk dat ik ook via een andere weg als via sociale media nog mensen benader, omdat ik weet dat dat veel gelezen wordt. En wij maken deze afleveringen, ja. ik wil dat die beluisterd wordt. Ja. Dus ik moet er ook moeite in steken dat mensen die kunnen vinden en dat ze ja. ervan weten. En dat is gewoon een... Ja, een heel andere manier van er naar te kijken, maar wel door uiteindelijk dan ja. hetzelfde te doen of zo. Ik ben nu, in mijn carrière ben ik, ik ben ambtenaar van de staat geweest, hè, bij de stad Antwerpen. Ik, ben in, ik heb in de loondienst gewerkt, ik ben nu zelfstandige. Als ik dat vergelijk, het schoonste cadeau van zelfstandige zijn, is dat je jezelf moet leren verkopen. En dat is ook het akeligste stuk dat er aan is. Maar de, het bouwt ook zoveel zelfvertrouwen. Door te zeggen, ik kan niet anders dan zeggen wat ik doe is goed. Of ik moet het goed krijgen, of dit ben ik, dit ben ik goed aan het doen, want er zijn ook mensen mee bezig. De, de schrik van jezelf verkopen is ook vaak een heel grote on persoonlijke onzekerheid. En um, zelfstandig ondernemerschap klopt dat eruit, want je kunt niet anders. Je moet heel de hele tijd klanten zien. Hè? Dus je, je leert ook wel om je erover te zetten. Um, maar dat zie ik ook bij kunstenaars. Ik vind het heel schoon. Bij bizar is er altijd wel ene die zegt uit uh, politieke overtuiging, ben ik tegen social media? Het grote lenen, het groot kapitaal. Waar er eigenlijk een heel ander verhaal onder zit. Van ik, ja, ik durf dat niet. Ik kan mezelf niet in de, in, het, in de picture plaatsen. Want ik mezelf. Dat soort verhaal. En dat is dan heel schoon om te zien dat hij ergens in die opleiding is. Ik moet dat toch eens proberen. En dat hij dan zo de, de grootste, de grootste promo. Hoer wordt van, de, hè, van het verhaal. Elke keer we gaan ervoor. En, zo, en, en, en dan blijkt dat ook plezant te zijn. En ik vind dat ook. Hè, dat is deze podcast ook natuurlijk. Hè. Het, het promotie maken van die podcast is ook plezant, neem ik aan. Want dat is een deel van... Je zet je verhaal aan het vertellen en je nodigt mensen ook uit om in je te werken. In plaats van, oh, wie ben ik, ik kom mijn kop op het internet te laten. Dus dat, soort, dat soort klein denken, dat, uh, dat, is, uh, dat is heel fijn om dat los te laten. Zonder dat dat betekent dat je een soort van gigantische zelfoverschatting moet hebben. Maar je mocht ook wel gezien worden als kunstenaar. Het is ook de bedoeling dat, dat je kunst deelt met mensen. Want anders weten mensen niet dat je bestaat. Mm -hmm. En um, dat, is wel heel, dat vind ik al heel waardevol aan de, de opleiding. Het is echt ook een soort van boost voor je, je zelfzekerheid. Of zo. En dat is, dat is altijd wel het schoonste, als mm -hmm. mensen dan zo die stappen hebben kunnen zetten. Mm -hmm. uh, misschien even voor de volledigheid en de duidelijkheid. Um, hoe kunt je precies aan Bizart deelnemen? Voor wie is dat precies ontwikkeld eigenlijk? Dat uh, ontwikkeld dus uh, voor mensen die bij de VDAB zijn ingeschreven als werkzoekend. En ofwel kunstenaar, cultureel ondernemer. Of zo de ondersteunende beroep, lichtgeluidstechniek, dat soort dingen. Dus als je bij de VDAB zit, dan moet je bij je VDAB-coach eens vragen naar het bizarre verhaal. Wat dat kan, en of ze zullen je dat zelf wel zeggen. Uh, en als je nog niet bij de VDAB bent, maar je ze werk zoeken, moet je inschrijven bij de VDAB. En dan kunnen je dat ook wel doen. Um, het, is een, uh, het is ook vaak, ik weet niet of je dat herkent, maar zou. Vaak is het de eerste keer dat je met vijftien kunstenaars rond een tafel zit en dat die allemaal spreken, niet over wat je doet, maar zo waar je over twijfelt, wat je niet weet, wat je van elkaar kunt leren. En dat je vaststelt van, ik ben helemaal niet alleen in dat gevoel. En zo. Ik ben als het achter de schermen is, zou je zien wat voor een prutser ik ben. Het is ook iets heel erg helends om zo die, die imposter syndroom die toch overal in die sector zit, om die ook eens op tafel te kunnen leggen. En dan te zien, ah, maar daar ben ik wel al straffer in. En dat ben ik aan het doen en daar kan ik leren. Dat is ook echt heel schoon om te zien. Dus ik denk dat dat, dat dat een heel goed verhaal is om te blijven doen. Ik weet niet wat je dat zo van buiten kunt zeggen, wat ze zo in grote lijnen de, de dingen zijn dat je zo aanhaalt bij bizart, de Zo, de grote thema's ofzo, of dingen waar je het over hebt in die één intensieve maand. Zo. Ja, ik denk die eerste week ga echt heel erg over hebben geleerd. Die gaat echt heel erg over jezelf. Um, dat is, een, een, is groeptherapie bijna. Dat is heel erg. Uh, uh, Ruimte laten voor kwetsbaarheid, maar ook voor mensen die voor het eerst ook durven toegeven. Ik weet eigenlijk niet of ik een, een goede kunst... Ik zie het allemaal niet goed of ons moeder verwacht dat ik een job... Zo dat soort dingen mag daar, mag daar besproken worden. Um, en dat is voor mensen vaak schrikken dat dat ook kan in een opleiding van de VDAB. Waar meestal toch het ding is, Zoek u eens een job. Waarbij e eerst de ruimte is van waarom is dat zo kwetsbaar? En uh, daar spreek ik ook over, wat is, wat is waarde? Hoe, hoe weet je dat je... Je moet op een gegeven moment gaan zeggen... Ik... Uh, mijn werk is geld waard. Um, maar wat is dan waarde? En wat is dan waarde voor u? En die zoek toch. Dus de eerste, eerste week is echt dat. In de tweede week uh, ga ik heel erg aan de slag met verdienmodellen. Als je dan weet wat die waarde is, voor wie ze dat dan aan het doen en hoe verpak je dan naar een product dat mensen kunnen kopen en hoe ziet u, 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 u? wat zijn de producten die je doet? Doe je optredens met uitkoopsommen? Is dat albums verkopen? Is dat kunstwerken? Hoe ziet dat dan? En tegelijk beginnen we heel hard te sleutelen aan het juridische stuk. In welke vorm moet je dat dan doen, dat bedrijf? Ja, loondienst, zelfstandigen, in interim, dat soort constructies. Er zijn juristen die daar ook heel veel informatie geven. Um. En geleidelijk aan beginnen we dan te werken. Er komt nog een stuk marketing. Hoe vertel ik mijn eigen verhaal op het internet en daarbuiten? Maar hoe werf ik dan mensen en wat moet ik delen? En we landen echt naar een soort van ondernemingsplan. Met alles wat ik nu gezien heb, en nu dat ik mijn eigen verhaal ook beter in de vingers heb, wat zijn nu mijn next steps en wat ga ik dit jaar doen om bepaalde dingen in gang te zetten. En zo gaan we heel erg vanuit het artistieke verhaal eerst, maar het zelfzeker maken van, van deelnemers naar. En nu gaan we aan de slag met een plan. En het is dan ook schoon dat mensen daarna ook in contact blijven. En ook zeggen, wij doen af en toe een terugkommoment met, met een aantal mensen die hetzelfde traject hebben doorlopen. En we gaan eens naar ons plan kijken, waar staan we al, waar hebben we hulp bij nodig. Dus dat is echt super, super waardevol. Het is gewoon om te zien zo, dat je binnenkomt, dat je zo moet pitchen wie dat je bent. Ja. En dan je dan zo zien hoe dat iedereen dat daar doet. Uh, en dan zo vier weken later hoe dat iedereen dan nog eens pitcht. Ja. Die, dat verschilt dat, ja, dat was bij iedereen zo schoon om te zien. Wat ik zelf, Oeh, sorry. Wat ik zelf heel, heel mooi vond was. Um, die eerste pitch, daar kunnen niet tegen zijn. Dan zeggen mensen, ik ben een kunstenaar, dit is wat ik doe. En dan zegt je, oh ja, is goed. De tweede pitch gaat over je verdienmodel. En dan beginnen de andere mensen zich ook te moeien. Als je dat wil doen en dan als je kijkt naar die kunst, naar, want je doet dat op die manier en ik snap dit stuk niet, hoe gaat dat van dan naar dan? Of zou je dat, begrijp ik het goed dat je dat en dat al doet? Hè? En plotseling kunnen mensen ook met elkaar praten over iets heel anders, terwijl als je alleen vanuit je artistieke bubbel praat, dan heb je altijd gelijk en kunnen mensen je ook niet helpen. Dus dat is een heel ander soort ding. Dus je gaat echt naar een soort van... Hoe kunnen mensen toelaten om je ook te helpen? Maar daarvoor moet je eerst heel zelfzeker zijn. Want als je het gevoel hebt van eigenlijk mogen de mensen niet weten wat ik hier al doen ben, dan blijf je zitten in zo. Ik ben maker, maker. Er zijn er heel veel makers. En als je vraagt wat maakt, je, dan zeg je dat weet ik eigenlijk niet. Zo mm -hmm. dat gevoel. Terwijl als je buiten gaat dit is het verschil dat ik in de wereld wil maken. Hier, dit zijn mijn thema's en dat doe ik op die, in die manier. Dat is, heel, dat is een heel ander soort insteken. dat is echt uh, heel schoon om te zien. Je spreekt ook zo van die twee petjes. Ja. Dat is ook zo'n schone analogie. Zo. Ik, spreek, ik spreek vaak over de twee petjes: het petje van de kunstenaar en het petje van de cultureel ondernemer of de CEO uh, van u. Ja, zoiets. Ja. Ja. Wat dat voor kunstenaars gewoon heel moeilijk is, is. Als je tandpasta verkoopt en mensen kopen nu een tandpasta niet, dan is dat een cijfer en dan moeten beslissen hoe je meer gaat verkopen. Maar als je een cursoresse die een performance heeft gemaakt en mensen moeten die niet, dan is dat ook vaak heel persoonlijk. Dat is een persoonlijke afwijzing. Dus dat doet zeer. En het probleem is dat je moet net kunnen falen om te kunnen ondernemen. En dus mensen gaan proberen om niet te falen en dus ofwel heel bitter zich terug te plooien op zo'n mijn ding doen of mijn rust ofwel gewoon constant in heel veel pijn en schrik naar zo, zo'n dingen te gaan. Dus dat patchje, die oefening van wisselen, het kan zijn dat dat heel pijnlijk is als je een, een monoloog geschreven hebt en dat iedereen zich vindt slecht. Niemand vindt, is niet geïnteresseerd. Dat is heel pijnlijk als kunstenaar. Maar de vraag, waarom werd dat niet goed bevonden? Of waarom krijg ik er geen reactie op? Wat had ik dan wel moeten? Hoe kom ik te weten? hoe ik dat moet verbeteren, waar, waar, waar schort het aan? Die zoektocht is voor een ondernemer net een heel interessante zoektocht. Ook falen is een geschenk. Dat is een um, dat het grootste geschenk, he. daar kun je dat leren. Mm -hmm. Ik zie bij bizar heel veel kunstenaars die zo mid-career zijn en die vaststellen dat het eerste deel van hun carrière vanzelf liep. Weten die veel waarom dat ze succes hadden? En dan ineens droogt dat op en dan merken ze dat ze niet weten hoe ze dat weer in gang moeten zetten. Dus Laat dat falen kunnen leren. Uit succes leert je niet zo heel veel. Als vanzelf gaat, je het vanzelf en heb je er ook niks aan. Kun je ook niet met niks aan, geen enkele knop dragen om iets te veranderen. Terwijl, laat dat falen, leert je net het meeste, denk ik. Uh, waarom is dat niet gelopen zoals ik gedacht had? Dat is een superbelangrijk om, om uit voor te gaan. Misschien ook wel fijn om even mee te delen. Je zei net dat als je zo spreekt over die, uh, in welke vorm dat je gaat ondernemen en zo, dat er ook juristen langskomen. Uh, dus er zijn inderdaad ook uh, veel mensen dat zo een dag of twee dagen langskomen om zo hun, uh, hun vakgebied of zo toe te lichten. He, dus je hebt veel, uh, ja, hoe moet ik dat noemen? Uh, gastdocent is nu wat fout ja. woord, maar, maar zoiets ongeveer. Allee, zo mensen die dan de juridische vorm komen toelichten, kunnen dan ook heel specifieke vragen stellen, omdat ze daar ook alles over weten. Zouden voor uh, marketing of voor, uh, uh, ik weet niet, ja. in heel veel van die verschillende soorten onderdelen hebben ook mensen dat er specifiek uh, in alle kennis van hebben, dat er dan ook voor langskomen. Dus dat is ook heel interessant. Um, ja, ik kijk daarmee heel veel uh, plezier op terug. Wij zaten in een hele plezante groep ook. Bij mij was het gewoon praktisch beter dat ik uh, al tijdsgewijs had, dat ik naar Leuven ging. Mm -hmm. uh, dat was voor mij een pak verder, want Antwerpen is bij mij om Dat had ja. handiger geweest, maar uiteindelijk... In, in, in tijd was het beter dat ik bij Leuven aansloot. En ik ben er uiteindelijk heel tevreden van. Want dat was echt zo, voor mij ook zo nog eens fijn. Voor zo, echt zo nog eens... Met een boekentas op een trein er naartoe te gaan. Ja. En dan echt zo vijftien ja, mensen leren kennen die ik niet kende. Um, die daar allemaal zo echt mee in eigen ding bezig zijn, maar die inderdaad wel echt goed mee nadenken. Ja. Omdat je heel vaak naar elkaar luistert ook. Uh, en ja, ik heb er heel veel geleerd. Dus, um... Ik vind dat een mooi beeld in een boekentas. Ik, 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 ik herken dat heel hard. Dat is, dat is ook mijn insteek als zelfstandige. Als je ergens binnenkomt. Met het idee, ik mag hier geen fouten maken. Had ik moet het weten. Dan verkrampt je helemaal. Maar als je denkt, wat gaat het vandaag zijn? We gaan hier kijken en gaan we met een gigantische nieuwsgierigheid in dat verhaal. We zijn hier om te leren ook, en ons ding te doen. Net dan kun je ook heel veel meerwaarde creëren. Als het al op voorhand wordt afgesloten van, goh, ik moet zien dat ik niet door de mand val, wat toch een kramp is die we allemaal wel hebben. Um, dan gaat het niet. Als je denkt, ik kan hier alleen maar van leren en het kan beter gaan. creëert ook een rust en je kunt ook mensen beter beter geven wat ze nodig hebben. Dus die rugzak van enfin, het boekentasje, de trein op jou, ja, mm -hmm. het gevoel van de eerste schooldag. Dat, dat vind ik een heel waardevol gevoel. Mm -hmm. dat, dat moet je minstens vier keer op jaar kunnen hebben. Maar mm -hmm. ah, hey, we zijn niet dat. Is een... Ja, omdat ik dan zo, ja, met Kelly Galway dat het toestelingsremtrek Ik woonde dan ook boven, dus qua commutes ja. had ik zo'n beetje van een enge wereldman een tijd of zo. En dat was eigenlijk weet dat niet, ja. De, ik herinner mij dat zo dat dat zo fijn was voor zo'n terug treintje op. Ja, dat is. En dan zo naar Leuven, dat was dan zo toch een beetje leuk en spannend zo. En dan ja, dat maakt zo heel gebeuren of zo Dat is waarom voor, ja. voor mij internationaal werken ook zo belangrijk is. Zo het vliegtuig in plaats van een trein op en ergens terecht komen waar je de context niet mee hebt, de taal niet mee hebt en nu daarin moeten inwerken als je dat af en toe doet. dan moet dat dat is. Uh, dat is echt heel leerrijk om je horizon te verbreden, mm -hmm. dat je dan pas merkt... Ja, omdat je afstand neemt van de situatie, ja, ja. krijg je nieuwe inzichten ja. vaak, ja, dat is waar. Ja. En ik, dus vanaf dat, je, vanaf dat ik weet wat de spelregels zijn, ben ik al een beetje verveeld. Mm -hmm. Maar ik. als ik zo in het ding kom van, oei, wat is, wat, wat is dit dan? Dat is echt al heel leerrijk, dan moet je een tentje bijsteken. En uh, dat is echt heel tof om mm -hmm. te doen. Dus ja, bij deze uh, bedankt voor bizarre Bedankt daar mee te doen. Uh, bedankt, Absoluut. En de VDAB ook, uh, inderdaad. Daar uh, wil ik misschien dat ook wel kort iets over zeggen. Je zei het daarnet net al, van, je denkt echt dat VDAB zoiets van uh, uh, Ga je maar naar gaan kruisen of zo? Daar had ik het gevoel mm -hmm. dat ze dat zo gingen doen of zo. Ja. Maar ik heb echt uh, een, een, alle, een heel slechte ervaring gehad uh, door in loondienst in een fabriek te werken. Mm. Ik deed zo vast een weekendfunctie uh, in een fabriek om daarnaast tijd en geld te hebben voor Calvary Gallery te runnen. En dat is helemaal falikant afgelopen en ik had echt het gevoel dat VDAB mij ging pushen opnieuw in iets dat ik niet zou willen ofzo, maar ik heb daar in die tijd uh, na, na die job beseft van ik wil het zelf gaan doen mm. en VDAB heeft mij daar echt in ondersteund. En dat vind ik zo knap. Ik had dat echt niet verwacht. Ja. Ik dacht echt, want die gaan mij in een richting duwen dat ik niet wil. Ja. Maar die hebben echt gezegd: Oké, okay, jij wilt gaan ondernemen. Dan gaan we dat ondersteunen. Um, dan gaan we nu u niet een job, um, in een job duwen dat je niet wilt. Maar dan gaan we u leren hoe dat je ondernemer moet zijn. En dan ineens kwam het bizar op mijn pad. Ja. En dan heb je nog uh, de maatregel Springpark naar zelfstandigen. Ja. Waar dat je dan ook nog zo tijd krijgt om je te ontwikkelen. Omdat ja, uiteindelijk is het ook logisch dat VDAB u daarin ondersteunt. Dat je dan nadien nou, minder de kans hebt om terug op die werkloosheid te vallen. Ja. Um, en ja, dat is super interessant, is dat, dat dat eigenlijk echt um, mij tijd bijzonder goed geholpen heeft eigenlijk. Ja, en ik denk dat dat echt ook een, een, een pluim voor de, voor, de, voor de VDAB. Maar daar zijn ze ook vertrokken vanuit de vaststelling. Onze vaste drukke was werken niet op die kunstenaars. En in plaats van als ze zijn blijven verkrampen op, op mm -hmm. zeg, zal wel moeten en die moeten allemaal sollicitatiebrieven schrijven. Dat, dat, mm -hmm. de, 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 Hebben je ook gezegd, van, vanuit nieuwsgierigheid en met de, 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 de schooltas aan het op, wat zou er gebeuren als we een opleiding maken die echt vertrekt vanuit, vanuit het cultureel ondernemerschap, vanuit de waarde van die kunstenaars? Dus dat beloont ook echt de nieuwsgierigheid van je kunt kwaad zijn op kunstenaars dat die niet functioneren zoals andere werkzoekenden. Of je kunt je afvragen hoe komt dat en hoe kunnen we hier iets goeds van maken? En ik denk dat de tweede keuze altijd de betere is. En uh, um, dat is, dat is absoluut waar, ja. Dat is een, een hele schone stap vooruit. Ja, en ik zat met dat idee van die podcast, maar ik wist ja, bij God niet hoe ik eraan moest beginnen of zo. En bizarre heeft mij daar enorm in geholpen. Ja. Dus je ziet dat, letterlijk dat de resultaten er zijn eigenlijk. Ja. Uh, door dat soort dingen te kunnen doen, ja. dus uh, dank aan iedereen. Dan kunnen we het nu eindelijk over uw boek hebben. Aha, ja. Uh, vertellers, geen verkopers, over zelfzeker management in de cultuursector. Um, Eerst en vooral, waarom moest dit boek er komen, denk je? Uh, het is wat cliché van het was het boek dat ik wou, dat ik had toen ik in CC Merckx blufte dat ik directeur was, uh, ik, ik had een. Uh, ik had een waanzinnige een Ik had het gevoel dat ik constant door de mand kon vallen, want dat was ook logisch, ik wist niks. Hè, dus ik. Uh, ik moet nu binnenkort voor cultuurlijkheid geef ik een, een, een opleiding over begrotingen maken. Onder andere balansrekenen. En balansrekenen dat heb ik geleerd op Wikipedia door Wikipedia balansrekenen in te tikken. Want ik moest dat rapporteren, de balans, aan een raad van bestuur. Ik wist niet wat dat was, dus ik heb op Wikipedia opgezocht. Dus dat was echt het niveau van zo'n hele tijd fronten en doen alsof je alles wist, want ja, je mag niet door de mand vallen. Um, en dat is heel normaal als je een snotneus bent die zo'n zo job krijgt. Maar ik merkte ook heel snel... Dat ook al die andere mensen in die sector het gewoon niet wisten en deden, alsof ze oh, we een hele visie hadden over uh, uh, presentatie en talentontwikkeling. En er werden van die woorden gedropt en dan ging een subsidiedossier en gehoopt dat je geld kreeg. Maar eigenlijk zat daar heel weinig uh, plan achter. Dat was vooral hopen dat je niet door de mand viel. En uh, dat heeft mij, mijn hele. Mijn hele carrière tot nu toe wel wat getriggerd. Hoe kan dat nu dat je hier in zo'n sector. Als je die kunstensector van buitenaf ziet, dat is een super intimiderende sector. Van allemaal specialisten die weten wat ze doen. Aan de achterkant zit echt zo. Weten wij veel wat dat moet? En zo. Er is een heel groot gevoel van we kunnen dat niet. Um, dus ik dacht, ik wil een boek schrijven. Dat mijn, hoe dat ik het geleerd heb, dat ik dat een stuk kan delen. Uh, vanuit het idee van nou, er zijn heel veel mensen die in die sector staan en daar ook gewoon niet. Uh, niet het gevoel hebben dat ze weten wat ze aan doen zijn. Dan nu gaan googlen en YouTube en, en weet ik wat, en daar vooral heel veel info krijgen van hoe het niet moet. Vooral heel veel uh, start-up informatie over als je een lean start-up, en dan gaat het dat en dat doen. Maar zo werkt een kunstsector die eigenlijk voor verlies gaat, werkt zo niet. Dus hoe, hoe moet het dan wel? Dus voor mij was het heel belangrijk om een boek te schrijven dat ook niet te dik was. En dat je zo kunt vastpakken en op twee dagen kunt lezen en af en toe eens een hoofdstuk terugpakken en met zo zo de drie samenvatten. Dat dat echt super toepasbaar was, omdat er zijn in... Uh, ik was de enige, enige nerd, denk ik, die af en toe van die congressen ging over verdienmodellen in de cultuursector. Voor de rest zaten er academici en beleidsmakers en zo, maar vanuit de praktijk hadden mensen geen tijd daarvoor. En zo, tussen die twee stoelen, het doen en het denken, daartussen zit, zit, zit heel weinig. Dus ik wou vooral dat boek daarom schrijven, om, een soort, uh, uh, om dat wat te delen. En dus ook uh, voor mezelf ook eens na te denken: of wat heb ik nu eigenlijk geleerd uit, uit die 15 jaar? Pappen en nat houden en improviseren en, en doen, wat, wat werkt eruit? En uh, dat is dit boek geworden. En de titel is ook Vertellers, geen verkopers. En dat ik ook heel erg geloof dat voor missiegedreven organisaties is het verhaal het belangrijkste. Je moet mensen de kans geven om mee te doen aan iets. Het gaat niet alleen over. Een product verkopen, wat mensen kopen, geven geld voor het verhaal dat erachter zit, dat zij mee de wereld anders kunnen maken. En dat, dat is een kracht die je ook moet uitspelen. In plaats van mee te gaan in een soort, uh, zeker in de popmuziek, in dat hele enge consumentisme, koop kaartjes en koop nog kaartjes. En nu een website van zo'n concertzaal is echt een webshop met tickets. En een nieuwsbrief, goed nieuws, er zijn nog tickets te kopen. Maar zo die waarom, waarom moeten we naar shows gaan zien en waarom is dat belangrijk, dat zit er niet meer in, omdat dat professioneeler is om dat niet te doen. Terwijl aan de andere kant zie je ook heel veel, vooral in het theater, zit je zo, van die super zweverige dingen die een heel vage missie vertellen, maar eigenlijk niet uitleggen dat je ook een kaart daarvoor moet kopen en dat dat op een bepaald moment in tijd en ruimte de bedoeling is dat je in de stoel zit en dan naar kijkt. De stad hangt vol met affiches met zo'n paarse wolk en dan zo'n dreaming dromen en dan weet je niet of dat een voorstelling is of een een uh, nieuwe politieke partij of, 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 een, of een nieuwe cola. Die je, je weet het niet, maar de mensen zijn heel blij met hun artistiek verhaal dat ze hebben verteld. Dat te goed doen, betekent dat je ook met het publiek gaat praten. En dus die, die insteek zit daar, ook, uh, zit daar ook heel erg in, omdat ik geloof dat we een veel straffer verhaal moeten vertellen met die kunstensector. En dat we dat, niet, dat ze er ook al niet goed aan het doen zijn. We zijn heel content met een soort zijlijn waar we steeds minder subsidie krijgen en hopen dat we dat overeind houden terwijl je eigenlijk veel centraler in dat verhaal moet gaan staan uh, en dat, dat is ook wel een beetje een pleidooi om met meer, vandaar ook de ondertitel zelfzeker management, in plaats van zo, we zijn al blij dat we subsidie krijgen, moeten omdraaien naar, wij komen de wereld veranderen, geef nog maar meer geld. Zo dat verhaal is heel belangrijk en dat is een, een, uh, daar gaat het boek over. En gewoon puur, allee, voor mezelf wil ik dat graag weten, waarom ik koos ervoor om een boek te maken? Heb je nagedacht over andere soorten vormen om dat te verspreiden? Of? Oh. Ik, uh, ik heb andere vormen natuurlijk ook. Ik heb, ik, heb ik heb een blog, ik heb een nieuwsbrief die ik, altijd, die ik altijd verstuur. Maar op een gegeven moment... Ik schrijf zelf heel graag. Dat doe ik heel graag. Uh, dus ik heb een, een gigantische collectie artikels op mijn blog staan. Elke twee weken komt er van alles bij. Dit was zo de... de de grotere schaal, hè, van blogposts naar een boek gaan, was voor mij wel zo hetgeen dat ik nog niet had gedaan. Ik heb de, de rest, had ik, ik heb wel eens een plaat opgenomen. Ik heb wel eens in een theatervoorstelling gespeeld. Ik heb wel eens een. Uh, ik heb al eens dat heb ik allemaal gemaakt. Een boek had ik nog nooit geschreven. Maar het is ook het logische vervolg van een. Van uh, uh, liefde voor dat schrijven. Uh. Voor dat schrijven, ja. Ja, ja, ja. Want ik ben ook echt wel. Dat heb ik in die coronacrisis al teruggekeerd. Ik ben ook wel een schrijver. Dat is iets wat ik heel graag doe. Um, en dus dat is ook vooral daarom denk ik dat ik het, uh, dus ik uh, een podcast had ook gekund maar ik, uh, dat is zo mijn ding niet, denk ik, of zo mm -hmm. om dat te doen of YouTube, ik ik, ik ben daar niet zo uh, misschien moet ik allemaal nog wel eens doen, hè? maar een boek is voor mij ook zoiets, dat ligt op hun bureau en ik krijg ook vaak foto's van mensen die zo hun, hun boek al helemaal zo daar stukken in hebben nageduid, stukken in vastgeplakt en zo, dat soort dingen, dat is ook een werkdocument dat je mm -hmm. tastbaar hebt, en ik wou misschien ook wel iets daar niet op het uh, op het internet stond, maar iets dat je fysiek in je handen kunt, mm -hmm. kunt houden. Dat begrijp ik helemaal, ja. ja. En het is ook een ego, een, ego hè? Dat een boek uitbrengen, dat is ook cool. Hè? Dat mm -hmm. is wel eens iets dat je hebt gedaan. Ik vind dat ook wel dat is, dat is een iets dat ik, dat ik ook wel prettig vond. Mm -hmm. Helemaal terecht. Voor wie is het boek er eigenlijk vooral? Voor, met wie in het achterhoofd heb je dat geschreven? Um, in eerste instantie culturele organisaties, culturele ondernemers. Dus mensen, dus ook kunstenaars die zeggen, ik wil iets gaan doen, dus je bent zo de, de doelgroep ook een stuk van het boek. Uh, tegelijk denk ik dat het vooral ook een boek is dat iedereen die bezig is met niet uh, marktgedreven verkopen. Dus mensen die bijvoorbeeld ook in onderwijs, zorg, dat soort dingen. Uh, waar de storytelling over uh, de not-for-profit sector, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe laat je iets werken en hoe vind je funding en hoe vind je daar een verhaal rond? Uh, daar gaat het ook over. Het gaat ook heel erg over. Het grootste stuk van de maatschappij speelt zich niet af in die markt van kopen en verkopen en vraag en aanbod, maar daarbuiten. En daar gaat dit boek over, over, hoe geef je dat soort organisaties en verenigingen vorm. Dus het kan voor mij ook voor een visclub zijn, hè. maar die visclub moet dan een, uh, een goed beeld hebben van hoe willen wij de wereld veranderen. En dan vertelt heel dat verhaal ook wel. Of een voetbalclub of noem maar op, het kan ook voor dat soort dingen. Ik doe af en toe als consultant uitstappen naar andere sectoren dan de kunst en de cultuur. Als het in die not-for-profit zit, uh, heeft het meestal wel hetzelfde verhaal. Misschien. Uh, we hoeven er niet te diep op in te gaan, want ik zou de mensen zeker willen aanraden om het boek te lezen. Uh, maar misschien kunnen we het een klein beetje over de inhoud van het boek hebben ook. Um, grofweg gezien gaat het denk ik over uh, twee delen. Het eerste deel is wat zelfkennis, en het tweede deel gaat dus wat concreter aan de slag. Um, ja, het eerste deel. En dat is ook iets dat we in uh, Bizart besproken hebben, iets dat ik zelf heel interessant vind, is, um, je hebt het al heel vaak gezegd, het woord, uh, missie gedreven. Dus je spreekt zelf over um, uh, drie soorten organisaties, eigenlijk. Je hebt de klantgedreven, gedreven, passie gedreven en missie organisaties. Kunt je die drie zo eens toelichten, als je wilt? Ja. Um, het zijn, denk ik, drie verhalen over... over want er zal altijd wel mengvormen enzovoort mogelijk zijn, maar voor mij is een klantgedreven organisatie, dat is een organisatie die uh, die uitgaat van het principe dat de klant koning is. Die vraagt, is op zoek naar een gat in de markt, van ja, wat is hier nodig en hoe kunnen we hier mee verkopen? En ik vind altijd, het helderste voorbeeld is Amazon. Dat maakt die mannen niet uit wat ze verkopen. Zolang die klanten maar tevreden zijn en terugkomen om te kopen, dan is het goed. Wat dan nu boeken zijn of t-shirts, dat maakt eigenlijk voor Amazon niet uit als er maar verkocht wordt. En die passen dus hun verhaal heel erg aan aan de feedback van de klant. Dat is een, een, een heel helder model. Um, dat is ook het meest dominante model in onze maatschappij als we praten over economie. Omdat we heel de tijd in dat soort beeld zitten. Dat is een, een, een obsessie die we hebben met alle belangrijke dingen gebeuren in de markt. Terwijl ik net al heb gezegd, het is maar een klein stukje dat in de markt gebeurt. De rest daarbuiten, onderwijs, zorg, het leger, de politie, het openbaar vervoer, gebeurt niet in de markt. Dat zijn dingen in de kunst ook niet. En de liefde ook niet. Dat zijn zo dingen die niet in die markt gebeuren. Um, dus het model van de klantgedreven uh, bedrijven en organisaties werkt supergoed voor, voor een specifiek soort verkoop. Als je tandpasta verkoopt, als je uh, kleren verkoopt, kun je een, een klantgedreven uh, uh, model hebben. Als je boeken verkoopt, kan dat ook. Dat zou, we gaan kookboeken uitgeven, want er is een grote vraag naar. Dus we gaan kookboeken uitgeven. Dat klantgedreven model is een zeer goed model en dat werkt voor heel veel bedrijven. En het succes van dat model meet je aan: zijn de klanten tevreden en hebben meer verkocht. Ook simpel om daar succes in te meten. En dan heb je een heel ander model. En dat is het passiegedreven model, noem ik dat in mijn boek. Dat is het model dat heel typisch is voor kunstenaars. En Dat vertrekt vanuit: er zit iets in mij, dat moet eruit. Ik moet iets scheppen in de wereld. En als dat eruit is, ja, dan zullen we wel zien hoe dat we daar iets mee doen of niet. Het staat volledig los van de vraag, van de markt, van de buitenwereld. Het zit in mij en ik moet dat op de wereld zetten. Um, dat is een heel ander model. Daar kun je de tools van klantgedreven modellen niet op toepassen. Uh, je kunt niet. Ik denk het in mijn boek als voorbeeld geven. Uh, als je als schilder zegt, ik heb een marktonderzoek gedaan naar de modekleuren van dit seizoen en daar ik mijn schilderijen op baseren, dan verkoopt je geen schilderij meer, want zo werkt het niet. Je gaat niet zeggen, 43% van de bezoekers willen een monoloog, dus we gaan een monoloog schrijven. Zo, zo werkt maar marktonderzoek, al dat soort dingen, is allemaal niet van tel als je in, die, in dat passie gedreven model is. Supergoed model voor kunstenaars. En ik denk ook, zelfs als het een slecht model was, ze kunnen niet anders. Heel vaak is, is dat bij kunstenaars het ding, de scheppingsdrang. Bijvoorbeeld een afschuwelijk slecht model voor theaterhuizen. Die we ook wel zien. Waar dat mensen die daar werken het gevoel hebben van ik ben ook een soort kunstenaar. Ik kies dingen en ik zet dat op het podium en dan de rest zien we wel. Terwijl misschien is de rol van een theaterhuis wel om er ook volk voor te krijgen. Hè? Dat is een soort van, van, van misser die we wel eens zien. Dus er is ook een derde model en dat is het missiegedreven model. En dat gaat heel hard over de wereld beter maken. En dus niet over het gat in de markt, maar over het gat in de wereld. Wat ontbreekt er hier? Wat, wat moeten we anders gaan doen? En het voordeel aan missiegedreven modellen is dat je daar heel veel mensen voor kunt uh, activeren. Als andere mensen dat ook vinden, dat de wereld op die manier moet verbeteren, gaan die daaraan meewerken, moeten die uitnodigen om er geld aan te geven, om er aan te komen en te doen. Um, en missiegedreven modellen zijn voor mij perfecte modellen voor de meeste culturele instellingen en organisaties. Het gaat niet over... Um, we, doen zo wat, uh, we laten ze wat de, uh, museumstukken zien, dat is ons museum... Dat is een heel klein verhaal en dat kost geld, wordt er dan meestal bij gezegd. Een missiegedreven verhaal is: wij willen mensen overtuigen van een verhaal. We willen een verhaal bekendmaken dat je bekend is. We hebben hier iets dat we laten zien en dat we ontsluiten bij mensen. En we willen steeds meer mensen die dat verhaal ook meedelen. En dat is een missie. En bij die missie ontstaat ook ineens een soort van uitnodiging: van doe er niet mee. Um, een voorbeeld dat ik heel vaak geef in de, in de popsector is: heel veel, uh, heel veel concertzalen werken met gesubsidieerde concertzalen, boeken heel vaak onbekende namen, obscure Italiaanse elektronica. En verkopen dat op de volledigzelfde manier als dat je Adel zou verkopen. Uh, aankondiging, er is een nieuwe act, je kunt daar kaarten verkopen. Maar mensen kopen kaarten voor Adel omdat ze Adel kennen. En als een product word, dan zeggen oh, dat willen we zien en dat is schoon. En men, uh, het herinnert mij aan een, aan een relatie die ik heb. Dat soort verhalen, mensen kopen dat. Maar mensen kopen een kaartje voor een obscure Italiaanse act, Niet voor die obscure Italiaanse act, maar voor een soort droom. En die droom heeft iets te maken met ik ben het soort mens dat het belangrijk vindt dat we nieuw talent gaan zien, dat we nieuwe obscure dingen zien. Daar geven mensen geld voor. Dus dat verhaal moet je naar nou voren brengen. Het heeft geen zin om een webshop te hebben met dingen die mensen niet kennen. Dat gaat eigenlijk terug naar het, het café van Trix. Met Trix moest je bij willen horen. Dat moest de plek zijn waar alles gebeurde. En dan koop je ook wel kaartjes voor dingen die je niet kent. Het alleen maar op dat soort van klassieke klantgedreven. Nu hebben we echt top dingen. Dat de, dat werkt niet voor missiegedreven organisaties. En dus die missiegedreven organisaties hebben heel andere soort tools. En in het begin gaan we kijken naar, in het boek naar. Uh, als je het verkeerde verhaal over jezelf zit te vertellen, als je bijvoorbeeld een kunstenaar zei, maar je verhaal dat je vertelt is heel erg klantgedreven. Ik doe dingen waar vraag naar is, en dat is niet zo, ja, dan, dan wringt dat heel hard. En Dan heb je dat onprettige ding van oh, marketing moet dat doen, moet ik daar niet zitten waar dat we de hele tijd in zitten. Maar vanaf dat je weet wat je echte verhaal is. Dan kunnen we heel veel zelfzekerheid zeggen en nu gaan we daarmee spelen. En dus het tweede deel van het boek is: als je dan weet wat je wilt doen, hoe pak je dat dan vast en wat zijn daar opties in? En ik denk dat dat echt een, een, uh, uh, heel belangrijk is dat je eerst ook wel weet in welk verhaal je zelf wilt functioneren. In plaats van zo dat ellendige ding van goh, eigenlijk zijn we de slechtste van de klas, want we zouden dat hier moeten doen? Je wilt het vergelijken met Amazon. Maar die doen iets heel anders en die zijn op een heel ander moment content. Want het succes van een missiegedreven organisatie wordt niet alleen in is de klant tevreden gemeten. Sterker nog, heel vaak gaat dat tegen wat de klant wil. En, en, uh, alles wat met klimaatactivisme te maken heeft, gaat niet uit van wat de mensen willen. Maar het gaat uit van, we zouden eigenlijk willen dat de mensen het anders doen. Dus dat is een heel ander soort insteek. En die gaat de niet klantgedreven aanpakken. Dus het gaat vooral ook daarover. Over het leren kennen van wie je zelf zijt of wilt zijn. En dat dan keihard in de actie zetten en, uh, en daar dingen mee doen. Ja, want in het tweede deel gaat het dan inderdaad over meer zo'n storytelling en netwerken, prijszetting, publiekwerking, zo, ja. al die dingen zo. Ja. Want het misverstand, uh, er is een heel oud verhaal tussen zo, het subsidieslurpende cultuurinstellingen die alleen maar geld kosten en geen publiek hebben, en dan aan de andere kant zo de zakelijke ondernemers die het allemaal kunnen en dan moeten we dan verenigen, ja, dat klopt natuurlijk niet. Uh, ook in een missiegedreven verhaal, vooral in een missiegedreven verhaal, heb je volgers nodig. Heb je, uh, Co-conspirators nodig. Je hebt de mensen die zeggen, ik ben medeplichtig aan dit verhaal. Ik ga dat hiermee beginnen, beginnen doen. Dat is een samenzwering met het publiek, noem ik dat. Hè. Een, een, een missiegedreven gedreven werkje. Je spreekt af, wij gaan dat doen. wij Tegen de rest. Dat is vaak ook een manier om waarde te creëren, dat onderscheid. Er is iets, we vinden dat niet goed, we gaan dat veranderen. Als jij dat ook niet goed vindt, doe mee. Dat verhaal is superwervend. En natuurlijk gaat dan ook verkopen. Producten in de markt, het marketing doen. Maar vanuit een heel andere filosofie dan de klant is koning. En ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is voor, uh, voor culturele organisaties. Ja, je spreekt over uh, de klant is koning. Sluit dan bij, bij mijn volgende vraag. In uw boek spreekt u ook over uh, drie verschillende soorten klanten. En dat is misschien ook wel interessant dus voor ja. de mensen om te horen hoe dat, dat precies werkt. Dat ze een besef kunnen krijgen dat de klant niet per se één op één is ja. van ik koop iets van u en dat zit. Voor de meeste klantgedreven organisaties, voor Amazon is er maar één soort klant: dat is de klant die een t-shirt koopt en die er ook voor betaalt. Is, die draagt dat t-shirt en heeft dat gekocht. Dat is een klant. En zo moet er zoveel mogelijk hebben. Alle andere dingen zijn raar. En in missiegedreven werk zie je vaak iets heel anders. In uh, missiegedreven werk zie je dat je naast die klassieke klanten bijvoorbeeld ook begunstigden hebt. Wij willen iets doen voor mensen die dat niet kunnen betalen. En dan ontstaat er een financieringsprobleem. Dat uh, zijn dan de mensen die het t-shirt wel krijgen, maar er niet voor betalen. En dan moet je op zoek gaan naar mensen die voor dat t-shirt gaan betalen zonder dat ze dat dragen. Dat zijn geldschieters. En dan komt het bij sponsoring funding, uh, subsidie. Crowdfunding, dat soort dingen. Maar dat vraagt een heel ander soort verhaal. Uh, vind je ook niet dat deze mensen die dat t-shirt niet kunnen betalen, dat toch wel zouden moeten kunnen dragen? Is een heel ander verhaal dan zeggen: waarvoor je geld? Dit is een t-shirt. Je gaat geld geven aan het verhaal en niet aan het product. Dus dat is een heel belangrijk inzicht om te gaan bouwen. En dus ik zie wel eens wat kunstenaars die, en culturele onder, uh, ondernemingen die alleen maar begunstigden hebben. En dus je geld hebben, die van alles mag geven. En wie gaat daar dan voor betalen? Of dat dan uit eigen zak betalen of zo? En ook dat helder krijgen, daar dient die culturele waardes kan ook voor. Als je natuurlijk een model hebt waar je alleen maar schenkt en niemand betaalt ervoor, dan zijn ze zelf al betalen. Uh, als je alleen maar... Uh, je kunt ook geen model hebben waarin geldschieters zitten en waar je niks mee doet voor anderen. Hè. Mensen kunnen niet, je kunt geen subsidie krijgen om niks te doen. Hè. Dus je moet ook iets laten zien. Maar dat verhaal heel helder krijgen, dit geld krijgen we van u zodat dat kan gebeuren voor anderen... Het is een heel belangrijk stuk van, uh, van missiegedreven werk. En daar zit ook heel veel geld in. Uh, mensen willen ook geld geven aan dingen die ze niet kopen, maar aan een verhaal dat ze willen steunen om de wereld te veranderen op een of andere manier. Daar zit meer geld in dan voor producten. Daar, is een, uh, daar geloof ik heel hard in. Dat je, als je het goed vertelt, dat je mensen ook laat zien, ah oh ja, daarvoor moeten we het doen. En dat dat ook het narratief is rond subsidies. Subsidies zijn gemeenschapsgeld, dus dat betalen we allemaal samen. Voor zo'n een of andere vage kunstenaar die daar iets mee doet, maar dan moeten we wel kunnen uitleggen waarom dat goed is. En waarom dat je dat ook wel wil. Want als je dat niet doet na een tijd, komt er heel veel druk op. Moeten we dat wel allemaal subsidiëren? Ken, uh, recent is een, voor mij een heel helder voorbeeld. Is. Het Belgische leger was wat een grap. Dat hadden we niet nodig. En dat waren allemaal bijna gepensioneerden, was het verhaal erover. Dat is allemaal belachelijk en dat kost veel geld. De oorlog in Oekraïne heeft een business case voor uh, het, het, het volledig gesubsidieerde Belgische leger ook wel een stuk sterker gemaakt. Vind je ook niet dat we toch wel zouden moeten gaan betalen om onze soldaten... Hè? Dus plotseling zie je dat dat een heel ander verhaal kan worden. Het draagvlak wordt groter omdat de noodzaak bewezen is. Heel lang hebben ze die noodzaak ze wel laten liggen, omdat dat niet nodig was. Dus het is heel vaak belangrijk om je belang in de maatschappij ook te laten zien. Wat voor een soort wereld wil je bouwen? In het geval van het leger, een veilige wereld. Hè? Dat is een boodschap die, die heel anders is dan de kunsten, maar hetzelfde principe volgt. En dus een kunstenaar die niet kan uitleggen waarom dat die subsidie moet hebben waarom dat, dat goed is voor de wereld, voor de mensen die dat geld moeten geven, ja, die heeft een hele, hele uh, grote streep tegen, of hoe zeg je dat, om dat overtuigd te krijgen. Terwijl als je dat wel kunt, als je kunt aantonen, die doen we met dat geld, dat is, dat is een hele grote stap vooruit. Hoe dat het uh, op de culturele waardeskant van je staat, is volgens mij als volgt. Je hebt de klassieke klant die maakt gebruik van je product en die betaalt daarvoor. Hm. Dan heb je de begunstigde die gebruikt je product... En die betaalt er niet voor. En hebben daar nog geldschieters ook? Ja. En die betalen zodat, de, zodat andere mensen daar gebruik van kunnen maken. Die gaat niet zelf gebruik maken van dat product. Ja. ja. Dus misschien bij wijze van oefening kunnen we dat misschien eens toepassen op de podcast. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld dan um, de klant dat het product gebruikt um, en ervoor betaalt. Mm -hmm. Die zijn er. In C eigenlijk vrij weinig, omdat ja. er de podcast gratis toegankelijk ja. is. Ja, dus dan weet je al heel veel. Dan weet je dat je geld moet gaan vinden uit uh, geldschieters. Dus ja. je geen klassieke klanten, moet moeten geldschieters vinden. Sponsors, subsidie, dat soort dingen. Ja, of. en bij, bij Gunstigde op de culturele waterscan had ik dan eigenlijk vaak de gast gezet, omdat die eigenlijk een beetje gebruik maakt van ja. het dienst. Ja. Omdat die hier een uur, twee uur, drie uur zijn verhaal kan doen. Ja. En die daar niet voor betaalt. Ja. Dus bij mij staat het dan vooral om het uh, ja, um, haalbaar, werkbaar te maken bij die geldschieters. Ja. Um, en dat zijn dan eigenlijk dus de mensen dat ervoor betalen en dan geen gebruik van maken. En dan ga je denken van ja, wie zou dat kunnen zijn? Maar het gaat er dan om geen gebruik van maken als ze niet rechtstreeks van het product gebruik ja. maken dat het is. Het product is dan de podcast, dus je hebt dan bijvoorbeeld uh, sponsoring. Mm -hmm. Sommige bedrijven hebben de podcast al gesponsord. Die krijgen dan een vermelding op nieuwsbrief, sociale media, in de show notes. Ja. Um, dus dat is dan weer een, een, op die manier. Um, subsidies zou ook nog een optie zijn ja. in de toekomst. Um, dat is ook zoiets, de Vlaamse overheid of uh, eender welke overheid, staat Antwerpen uh, of een andere subsidierende instelling, um, het VAF ooit, wie weet, um, dat soort voorbeelden. Die... Maak er ook geen rechtstreeks gebruik van, maar die kunnen wel gaan inzien dat het wel belangrijk is dat dit er is. Ja. Um, en dan als derde heb ik ook uh, een crowdfunding georganiseerd. En dat zit dan wel een beetje, ook bij die geldschieters, maar ja. ook wel een beetje meer bij die klassieke klant, denk ik, omdat ze vaak luisteraar zijn, dat dan toch ook wel een bijdrage doen of zo. Um, ja. Maar dat zijn. Dat zijn volgens mij geldschieters, heel klassiek. Zijn, zijn crowdfunding zijn ook geldschieters. Die kopen niet de toegang tot de podcast, maar die betalen mee voor het verhaal. Ik vind dat waardevol dat er gebeurt, ik wil dat vonden. Dus wat je daar heel erg ziet, is je hebt nu heel verschillende pionnetjes in je verhaal genoemd. Voor elk van die spelers vertelt je een ander verhaal over wat kunstkunst kunst en nog eens kunst is. En waarom dat, dat belangrijk is. En dus je verhaal aanpassen aan die groep. En goed weten wat die nodig hebben. En zorgen dat als je dat allemaal bij elkaar brengt, dat het ook geld opbrengt. Dat is de kunst van, van het zakelijke, van, van missiegedreven werk. Als je uh, uh, je sponsor... Waarom zou je sponsor sponsoren? Uh, misschien omdat dat een persoonlijke relatie is van iemand die u sympathiek vindt en dat wil doen. Dat is goed, maar dat blijft niet duren omdat die zie dat heeft een bereik. En het bereik bij mensen die ik zelf ook wil bereiken, dat is al veel interessanter, want dat is een soort... Ah daar kan ik iets mee doen. En zo, dat soort verhalen beginnen vertellen op de juiste manier, is superbelangrijk. En de grote... Een van de, van de grootste fouten in, in de cultuursector is dat mensen altijd doen alsof het maar één verhaal is. En dus zo, als je verhaal vertelt, altijd beginnen wij in... Ik ben daarmee begonnen, ik ben een kunstenaar, ik doe dat en dat en dat. Maar een subsidiegevende overheid moet iets heel anders horen dan... Een, een crowdfunder. En, of dan gewoon een gewone klant. En het verhaal moet altijd zijn. Je moet er zelf heel goed uitkomen. Make them shine is een van die hoofdstukken in dat boek. Zorg dat je, als je geldschieters en klanten hebt, dat die het gevoel hebben. Amai, dankzij mij kan dat hier gebeuren. Dat is, dat is superbelangrijk. Als je dat niet hebt, ga je de, de mensen niet overtuigen om geld te geven. En dus het, het craften van je verhaal. naar Deze persoon moet dat horen. En dat resoneert bij deze groep. En we gaan dat proberen te maken. Dat is de kunst van. De, de bekeringsdrang van een goede missiegedreven organisatie, dat is mensen overtuigen, dat is het evangelieprediken. Als je zegt, dit moet hier gebeuren, geef hier meer geld voor. En dat is een, heel, dat is een, een kunst op zich, dat is een heel leuke kunst. Hè. Dat, dat merk je zelf ook met die podcast. Zodat een boer opgaat en zegt, ik heb hier iets van waarde en jij moet meedoen. Dat geeft ook energie en er willen mensen ook aan meedoen. Ik denk dat dat soort succesverkopen superbelangrijk is. Een verhaal van, we maken althans goed theater, maar we krijgen elk jaar minder subsidie. Daar kan niemand bij shinen, daar kan niemand bij winnen. Dus je moet het altijd hebben over. Je ziet ons dat hier doen en we zijn dan volgende, het volgende aan doen. Doe mee, geef meer geld, investeer meer in het volgende. Dus ook continuïteitsdenken, laat ons alsjeblieft doen, is niet sexy. Niemand wil eraan bijdragen. En dat is heel menselijk. Als het er altijd bestaat, waarom zou ik er dan geld aan geven? Je gaat heel snel dat ook, dat ook wegleggen. Terwijl als het nodig is, zonder u, geen reeks zoveel van de podcast, dat is een heel ander verhaal. Dus je kunt daar ook. Um, daar kun je heel hard mee spelen. Ik denk dat dat belangrijk is. Mm -hmm. Dit en nog veel meer, allemaal in uw boek. Um, ik wil het graag met u nog over één ding hebben: mm -hmm. Filmhuisklapij. Filmhuis um, ik ken Filmhuisklapij. Uh, ik heb daar begin vorig jaar, denk ik, zelf een eventje georganiseerd. Um, het was mijn verjaardag, en ik dacht: ik kan ik al mijn vrienden en mijn familie uitnodigen dat we willen komen om samen naar mijn favoriete film te kijken? Apocalypse. Apocalypse, nou oh, ja. Uh, dat was zeer fijn. Het is echt zo uh, een hele cozy, familiale, gezellige plek. Gewoon uh, er zelf ook vlakbij. Uh, maar kun je eens uitleggen wat een filmhausklappij precies is? Wat die geschiedenis is en hoe dat je er zelf dan bij beland bent? Filmhausklappij is een. Een buurtbioscoop in het hartje van een 2060 in de Zeewoek in Antwerpen. Dus een, 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 een doorgangswijk waar heel veel, heel veel mensen wonen die er even wonen, die terug vertrekken. Um, uh, tegelijk ook een hele oude volkswijk in Antwerpen. Um, en bestaat dit jaar 50 jaar. Dus het bestaat al heel lang. Um, is ontstaan uit een soort rondreizende club van socialistische filmclubs die op een gegeven moment een gebouw van de stad kregen. Dat vroeger een politiekantoor is geweest. En ik weet niet of je dat hebt gemerkt, maar als je naar het toilet gaat in de Klapij, dat zijn ook de oude cellen van de politie, waar je dus zo'n tralie ding kunt gaan nou, Dus Dat was vroeger een, een uh, commissariaat. Um, en daar, daar gebeurt heel veel. Er uh, gebeurt heel veel film, maar ook andere dingen. Um, en dat is een supercoole plek. En dat is een plek die... Um, dat maakt voor mij, ja, dat maakt. Er is een soort van een cirkel die rond is, of een, of een, of een, of een lijn in. Uh, ik ben. Uh, er komt heel veel samen van het werk dat ik ook doe. Um, een organisatie die ook vastgelopen is. Een organisatie die de coronacrisis eigenlijk niet overleefd had, door Dat ze zoveel schrik hadden gepakt van. Ja, we, we kunnen niks niet meer gedaan krijgen. En helemaal op zichzelf was geplooid. En had geleerd dat je geld kunt verdienen met private zaalverhuur. Waardoor dat je geld verdient, maar niemand ziet nog activiteiten. dus helemaal stilgevallen en verdwenen uit beeld. Um, waar ook heel veel frictie zat. En heel veel teleurstellingen En heel veel meningen die niet uitgesproken werden. Dus ook een organisatie die niet goed loopt. En wat ik graag doe, is binnenkomen in een organisatie die niet goed loopt. En dan vastpakken. Tegelijk natuurlijk... Eerst voor mij sinds die pandemie en sinds dat tricksverhaal. Ik had wel wat afstand genomen van dat soort werk, omdat dat mijzelf ook heel erg geschaad had. Dus het was ook een soort van eerste poging om zoiets terug, als vrijwilliger deze keer, mij te engageren voor een verhaal waar ik. Eh, je moet u zelf zo terug verliefd laten worden op een, op een missie. Dat is ondertussen aardig gelukt. Hè. Dat is een fantastisch verhaal. Um, en dan te beginnen kijken naar blokkages. Wat zit hier niet goed? Wat moeten we rechttrekken? En dat helemaal uh, uit te bouwen. En dat is, uh, dat is een heel schoon verhaal. We zijn nu twee jaar aan het meesleutelen aan dat verhaal. Er is een heel grote personeelswissel gebeurd. Er is een versterking van de Algemene Vergadering Raad van Bestuur gebeurd. Uh, volgende maand gaat die nieuwe website online. Tickets kunnen nu ook online gekocht worden, want daar deden we niet al mee ervoor. Hè. Dat waren zo van die dingen. Um, gisteren hebben een op vrijwilligers die, die foyer vernieuwd, want dat moest ook eens gebeuren. Gevoeld gevoel dat daar zo dingen gebeuren... Um, en wij zijn heel erg de kaart nu ook aan trekken naar uh, taalinitiatie voor nieuwkomers. Er zijn ook veel conversatietafels Nederlands voor uh, mensen die net ingeweken zijn in de 2060. Maar dat is een, hele schone, een heel schone excuus of uitnodiging voor mensen die al heel lang in de 2060 wonen en Nederlands spreken, om ook mee te helpen met die conversaties. Dus je brengt mensen ook bij elkaar met een excuus. En dat is ook weer die missie. Zou je ook niet willen dat we in die super diverse wijk, waar mensen niet met elkaar kunnen praten... Dat we dat wel kunnen. Dat is, een, dat is een verhaal dat ook weer heel hard dat doe, Dat is superwervend. Daar halen we als vrijwilligerswerk ook uit. En dat is een slapende reus die ook aan het wakker worden is. En daar word ik heel, uh, heel blij van. Dat is, een, uh, dat is een puntje van. Ik kan er ook niet over vertellen zonder dat ik daarbij begin te glunderen. Dat is een mm. heel schoon verhaal. En we staan als vrijwilligers gedaan. Ja. ja um, dat was heel bewust um, een, uh, een engagement in mijn eigen straat. Dat ik dacht, ik ga gewoon in dat in bestuur zitten en mij er wat moeien. Maar vanuit ook wel toch die koudwatervrees terug overwinnen. Van, um, je beseft pas achteraf hoe hard dat ze zeer gedaan hebben in zo'n verhaal waar je met onvoorwaardelijke liefde in en dan op zo'n manier hè, loopt dat dan mis, dat, heel, dat, dat, dat schaadt u ofzo. Maar ik wou ook niet de gast zijn die dan voor eeuwig met een gebroken hart, zo, hè, zo mm -hmm. dat zielige ding van pooh, ik wil je nooit meer, dus ik wil dat ook terug oefenen. En dat is zeer, uh, zeer goed gelukt. Um, en uh, dat is dan mijn vrijwillig engagement. Maar tegelijk is dat gewoon ook mijn ander werk. Dat is gewoon nog gemerkt dat ik daar ook heel veel... Alle trucken die ik heb, doe ik daar dan gewoon pro bono. Dat is dan mijn pro bono zaak waar ik uh, nu aan werk. Um, en dat is cool. Um, Want voor de rest draait het ook wel uh, op, op vrijwilligers, denk ik, is, is op die plek. Er beroepskracht die twee maanden geleden begonnen is. Uh, uh, Eva, een hele, hele coole Poolse madame die via Polen naar Nederland en dan naar Antwerpen is gekomen. Die echt in dat soort van sociaal gericht buurtcultureel werk daar echt heel sterk in is. En die nu gewoon heel dat ding als een zot terug aan het, het opbouwen uh, is. Dus dit najaar houden we klap, in klapij.be houden we het in toch. Um, daar gaat veel gebeuren. Dat is een heel schoon verhaal. Ook van een, dat is ook het bewijs van... Organisaties kunnen helemaal vastlopen. Maar kunnen ook terug openbloeien? Ik denk dat dat heel belangrijk is om ook te zien dat het niet alleen maar is. Op een gegeven moment was het er kapot. Er zijn manieren om. In mijn boek werk ik er ook heel vaak rond. Hoe, hoe poog je dat vuur terug op? Het is normaal dat er slijt komt op een organisatie, of sleet komt op een organisatie, dat het even niet meer gaat, dat het allemaal vroeger was het beter was. Zo, Dat soort sfeer, dat is normaal. Maar hoe raak je eruit en hoe pak je verhaal naar een volgende generatie? En lukt dat dan met, met veel van dezelfde vrijwilligers? Of is het dan toch wel belangrijk dat er toch wel. Hoeveel verandert ook... Uh... Je, moet, je moet, denk ik, de twee tegelijk doen. Um, het is heel gevaarlijk. Ik, ik begeleid ook best wel wat organisaties nu die zo in van die moeilijke transitieperiodes zitten. Een hele grote valkuil is als je een te, te groot verhaal vertelt van vernieuwing en nu gaan we het goed doen, dan zeg je eigenlijk en daarvoor was het slecht. En dus dat is heel erg moeilijk voor mensen die er al lang werken om daar zich mee aan te engageren. Zelfs al willen ze dat allemaal wel. Je kunt niet ergens werken, waar, waar dat wordt gezegd. Het was vroeger slecht en nu gaan we het goed doen, want je gaat jezelf uh, in de problemen brengen. En je krijgt dat soort organisaties die dan heel vaak splitsen in een team dat vroeger was het beter, en morgen wordt hij hey, dat soort verhalen. Dat, is, dat moet je op tafel krijgen en iets vinden. Dus Ik geloof heel erg dat je uh, het liep ook niet slecht in de klappen. Hey. Het was vastgelopen, dat is iets anders. Dat is met waarde en respect naar de mensen die daar gewerkt hebben. De wissel van personeel was ook niet. De vorige was een prutser die het niet kon. Dat was in het hoofdstuk dat nu komt, heb je iemand anders nodig. Dat gaat ook over mensen die nu waarde laten. Als je dat niet doet, dan creëer je dat soort van etterende wonden in een organisatie waar ze vijf jaar later ineens ontploft daar dan iets. Of zo. Dat, is, dat is dat soort verhaal. Um, ik geloof heel hard dat je met een oude ploeg en een nieuwe ploeg de overgang moet kunnen doen. En dat je dat moet kunnen vieren... En dat het niet moet zijn, de nieuwe gaan het beter doen dan de oude. Er komen nieuwe inzichten die ruimte moeten krijgen. En zo gaat je geleidelijk aan het ding ook vernieuwen. Maar je werkt wel aan één verhaal. Vandaar dat die vijftig jaar klappij is, even hard terugblikken als vooruitblikken. En vijftig jaar geleden stonden er geen Afghanen achter een toog die in Nederland te leren waren. Dat was zo niet. Dat waren bejaarde socialisten die tegen het grootkapitaal waren... Dat verhaal is helemaal veranderd, die wijk is helemaal veranderd. Maar de filosofie van een plek in de stad waar mensen samen dingen kunnen maken, en zo, die moet je overeind houden en opnieuw verpakken en opnieuw vertellen naar de hedendaagse tijd. En dat is een soort van... Uh, dat is een, een evenwichtsoefening. Je kunt nooit zeggen tabula rasa. Je kunt niet zeggen, vanaf nu doen we het helemaal anders. Je moet je geschiedenis ook altijd meepakken. Want anders komt die toch terug. Je kunt, mensen weten wel dat er voor ook iets was. Dus het is heel erg... Zo'n so, rebrandingsoefening, waarbij plotseling een cultuurhuis een andere naam heeft en je mocht nooit nog over die geschiedenis praten. Dat is ook wat er bij Tofterlo is gebeurd. Die, die letters Lois zijn van de gevel gehaald op een gegeven moment. Hè. Zo, zo hard was de fusie. Daarmee creëert je spoken in je organisatie. Ik, ik werk heel vaak rond spoken in de organisatie. In um, de film Poltergeist, die trouwens de vorige podcast ook genoemd is. Uh, Johannes Schoort had ook over Poltergeist. Hmm. Poltergeist is, dat is een, een horrorfilm uit de jaren tachtig. Er is een soort klopgeest in een huis en die ontvoert een kind, of zoiets wat het vooral ook helemaal is. Maar die klopgeest is er, omdat het huis achteraf blijkt dat op een soort van Indian burial ground gebouwd is en er was een begraafplaats voor een Indianenreservaat en ze hebben dat omgeschupt en dat, dat, dat graf verstoord zoiets is. Die geest die moet nog iets doen. En ik vind dat een perfecte metafoor voor wat er in organisaties ook gebeurt. Hetgeen dat je verkeerd hebt gedaan of vindt dat je verkeerd hebt gedaan, en dat nooit nog besproken mag worden, waarin schaamte van wordt weggekeken, dat is hetgeen dat je over twee jaar nekt, over tien jaar nekt. En dat blijft gaan totdat je teruggaat naar... Ze hebben dat graf in de film hersteld, denk ik. En dan is het gedaan en dan wordt die geest in vrede vertrekt. Hè. Dat moet je doen. Dat is herstel van organisatorisch trauma. Uh, daar moet je heel veel ruimte voor hebben. En zeg maar zeker dat in missiegedreven organisaties er heel gemakkelijk dat soort trauma in glijdt. Een uh, schat een zot zit te werken en niemand is geïnteresseerd... En tenminste, dat zo een tv pipo iets op TikTok smijt. Daar aandacht voor dat tot en de kranten schrijven erover. Maar het waardevolle werk van uw vereniging niet. Ja, natuurlijk wordt dat bitter. En natuurlijk gaat je, gaat je afglijden naar een soort Ja, Niemand begrijpt ons. Dus daar moet je actief tegen wapenen. En dat is, heel, dat is heel schoon om te zien dat je dat kunt ook. Dat, dat, niet, uh, dat je, als je slim bent, nieuwe ideeën, nieuwe mensen binnenhaalt, dat je ook een nieuw verhaal kunt laten doorstarten. Dat is heel schoon om te zien. Daar ben ik bij Klappij wel heel, heel blij mee. Wat mogen we verwachten van 50 jaar klappij dit najaar? Een van de dingen die we gaan doen is uh, 50 films vertonen. Die gekozen zijn door vrijwilligers en mensen uit de buurt. Er is dus een heel stemmingsding geweest. Dus dat is een, een wilde keuze van van alles. Dus van elk jaar van, die, van de 50-jarige periode een film. En dan wow. moest er gevochten worden over welke films. Um, op zich al zeer interessant hè, om, daar, om daar die discussies ook te voeren. En in welke periode worden die getoond? Dan? Ik denk het seizoen. Dus najaar-voorjaar. Ah. Uh, Tegelijk gaan we die Nederlandse conversatietafels die ze hebben verder aan het uitbouwen, dat is ook een, een vrijwilligerswerking, ook heel hard moeten uitbouwen. We gaan er veel meer mensen voor nodig hebben. Dat is ook weer die nood creëren. En dat is, als je het allemaal zelf kunt, moet niemand je helpen. Als we mensen tekort hebben, dan moeten mensen helpen. Dus het gaat heel hard daarover en het gaat echt over ons laten zien. Um, en ik denk dat dat ook over trots gaat. Dus organisaties, en dat, dan komen we wel ook terug uit, helemaal bij het begin, als je het gevoel hebt van wie ben ik, om om mij te laten zien. Dat is ook een, trots, een issue rond trots. Als je ziet, ik laat mij zien en ik word daarvoor beloond, dan durft je ook veel meer en dan gaat het een boer op. En dat is deze organisatie ook wel terug aan het doen. En dat, is, dat is echt, echt superschoon. Fantastisch. De cirkel is rond. De cirkel is rond. Hartelijk dank voor dit uh, zeer fijne gesprek. Oké. Okay, en dankjewel. dan uh, zien we elkaar dit najaar vast wel in de klapij. Absoluut, ja. En uw boek is nog steeds te koop in uh, alle gekende... Internetten. Ja. Internetten. Ja, boekhandels bestaan niet zo hard meer. Hè, dus het... Uh... Ja via, de, ja, via mijn website knvm.com, ga dat zeker vinden, uitgever Lanova no, ga dat het ook vinden. En ik neem altijd ook al in de boekhandel her en der licht, maar zoveel boekhandels zijn er niet meer waar ze managementboeken verkopen. Dus dat, uh, het is vooral ik had dat online wel in wat boekhandels gezien, denk ja. ik ook weer. Dus, ja. um, en anders een mooi opstapje, ook de tweewekelijkse eh, nieuwsbrief. nieuwsbrief. Ja, ook via dezelfde website schrijf je daarop in. Ja. Um, het is verniet, dus je kunt uh, je broek daar niet aan scheuren. Voilà. Ja. Fantastisch. Veel succes met alles en dank dankjewel. hartelijk dank. Dankjewel. Dankjewel.